Pletterij organiseert iedere maand een politiek café. Daags na de raadsvergadering blikken presentatoren Tim Engelbart, Haarlems Dagblad, Joost Verhagen, Haarlems Nieuwsblad en Jan Hoekema, Pletterij, terug op wat de afgelopen weken in politiek Haarlem is gebeurd. Welke discussies zijn gevoerd? Welke besluiten zijn genomen? Wie vielen erop? Woensdag 4 september trapt de Pletterij haar najaarseizoen af met een krantenouvertuur van het Politiek Café. Deze keer in een andere vorm dan vanouds. We nodigen alle fracties uit voor een midtermgesprek en een vooruitblik. We zijn halverwege deze collegeperiode. Wat is er gebeurd? Hoe staan we ervoor? Welke voornemens zijn gehaald? En we gaan met de politieke partijen in gesprek over wat de belangrijke onderwerpen worden dit komend seizoen. Dames en heren, hartelijk welkom live in en vanuit de Pletterij. Het nieuwe seizoen van ons Politiek Café opent met iets nieuws. Een grande ouverture, grand opening van het nieuwe politieke seizoen. In Frankrijk noemen ze dat een rentrée. Dan is begin september opeens iedereen weer terug in Parijs vol. Wij gaan nu ook beginnen met deze nieuwe traditie, hopelijk, door het politieke seizoen te openen. Wij doen dat met collega Joost Verhagen. Collega Tim Engelbart, die normaal gesproken mee zou doen, zit thuis te kijken, want hij is door privéverplichtingen verhinderd. En we hebben vandaag een grote hoeveelheid raadsleden bij elkaar. Zijn zij goed, denk ik, voor 233 zetels van de 39 in Haarlem, die met elkaar in debat gaan over twee grote thema's. Wat is er goed gegaan de eerste 2 jaar van deze coalitie? En na de pauze, wat kan er in de komende 2 jaar misschien nog beter? Wij nodigen op het podium uit. Ja, er is geloot. Net zoals bij de Europese kampioenspools voor voetbal hebben wij een systeem van gewogen en beredeneerde loting toegepast, waardoor er een optimale mix van raadsleden in 3 groepen is ontstaan. Arno, dank voor dat systeem van gewogen loting. We hebben wel 1 afwezige te betreuren. Dat is Ruud Kuijn van de SP, die moest afzeggen door ziekte. Maar we zijn trots dat we op het podium kunnen uitnodigen voor de eerste ronde Louise van Zetten. Hart voor Haarlem. Wil jij op het podium komen? Petra Opperhuis van het CDA. Jasper Drost, GroenLinks. En Sander van der Raad van Trots. Terwijl Sander trouwens langzaam deze kant op komt, nog eventjes een dingetje. Normaal gesproken is het in een debatcentrum natuurlijk zo dat er heel veel vragen in het publiek spelen. Maar we zitten heel krap in de tijd. Dus wij gaan gewoon maar voor het volk besluiten wat zij voor vragen hebben. Toch, Jan? Wij stellen namens u de vragen waarvan u niet wist dat u ze wilde stellen. Precies. Zoiets. Wij weten het beter dan u. Nee, het is natuurlijk. Dat zijn we wel. Dankjewel, Louis. Er is altijd nog wel een mogelijkheid om in de pauze tussen 9:50 en 9:00 en na afloop van 9:45 nog even de raadsleden te bestoken. Maar in beginsel is dit een onderling debat. Ik kijk eerst naar de Nestor. Is het Nestor of Nestrix? Nestor, hè? Nestor. Louise van Zetten, die een ongelooflijke hoeveelheid ervaring in de Haarlemse Raad vertegenwoordigt. Deze 2 jaar, het begon een beetje in de zomer, toen kwam het collegeprogramma tot stand, het coalitieakkoord werd gepubliceerd, zomer van 2022. Louise, hoe kijk jij terug op deze 2 jaar? Wat vond je goed? Waar ben je niet zo tevreden over? Hoe heb je deze 2 jaar beleefd? Ja, dat is een gewetensvraag. Daarom zit je ook hier. Ja. Nou, wat ik eigenlijk het allerbeste van de afgelopen tijd was het parkeerreferendum en dat er zoveel mensen naar de stembus zijn gegaan. En dat zegt toch wel iets over de kracht in de Haarlemse samenleving. Want ik moet wel zeggen, de verkiezingen was de opkomst behoorlijk laag. En dat legt ook natuurlijk eigenlijk een druk op de coalitie en op de gemeenteraad. Want we moeten ervoor zorgen dat we al die mensen die niet zijn gegaan stemmen niet vergeten. En ik vind ook daarom ook gewoon jammer dat ik onze rechtse vrienden van BVNL en Forum
Hè, die toch met jouw rechtse vrienden of de rechtse vrienden? De rechtse vrienden van ons allemaal. Maar die werden met veel tamtam eigenlijk beschimpt en uitgelachen op straat. Ga door, Louise. Ja, en dat die hier dan niet zijn. Ja, Piet, doe je ook mee met deze discussie? Louise, je hebt het woord. Ja, dus dat vind ik dan jammer. Want ja, we zitten toch op een soort, ook met het nieuwe kabinet, op toch wel een spannende periode van hoe gaan we met elkaar om? Ja. Waar gaan wij dus naartoe met de volgende verkiezingen? Je bedoelt ook dat met dit nieuwe kabinet je de rechtse vrienden ook wel nodig hebt. Nou ja, dat geeft toch een andere samenstelling. Okay. En ik vind ook een nieuw ander elan in de samenleving. En mijn grootste frustratie is toch wel dat wij de coalitie van GroenLinks, Partij van Arbeid en D66, het CDA ook een beetje. Dat kan je niet heel serieus nemen met zo weinig achterban. Mm-hmm. Maar dat die al jaar in jaar uit aan de macht zijn. En dat geeft toch ook een bepaald bestuurscultuur, een soort arrogantie. Mm-hmm. En dat vind ik eigenlijk slecht voor het bestuur in Haarlem. En dat vind ik dus eigenlijk ook niet goed gegaan. Nou, maar daar kan ik niks aan doen. Dat is gewoon de Haarlemmer die gewoon thuisgebleven is. En uiteindelijk toch vertrouwd in deze coalitie. Maar ik hoop wel, maar dan kijk ik alweer vooruit, dat dit dan wel voorlopig de laatste keer is geweest. Ja, daar komen we daar straks op terug. Lekker binnenkomen, Louise, dankjewel. CDA, Petra Opperhuis. Eigenlijk twee zetels stelt niks voor, zegt Louise. Hangt een beetje erbij in deze coalitie. Toch was het verrassend dat jullie met twee zetels meededen in het nieuwe coalitieakkoord. Hoe heeft het CDA deze twee jaar beleefd? Nou ja, wij zijn hartstikke blij dat wij inderdaad in de coalitie zitten en dat wij aardig wat dingen in het akkoord erin hebben kunnen zetten. En wij zijn zeker blij, misschien loop ik ook vooruit, met het feit dat wij hebben jaren gestreden om een school te krijgen in Schalkwijk. En dan heb ik het over het HAVO-VWO. En gisteren is de HAVO-klas geopend. Nou, dat vind ik geweldig. Dat is heel mooi. Dat vind ik echt een heel mooi iets waar wij gewoon heel trots op zijn als CDA. Mooi. Jasper Drost, een belangrijke partij in deze coalitie, probeerde natuurlijk het stempel te drukken deze twee jaar. Ietsje minder zwaar dan natuurlijk in de vorige periode. Maar hoe heb jij deze coalitieperiode, de eerste twee jaar, beleefd? Ja, tot nu toe heel positief. Inderdaad, twee jaar onderweg. Het coalitieprogramma heeft een hele lange ondertitel, maar uiteindelijk is de kern actie. Dat vinden het. Klinkt harder. Ja, wat ik zei, het coalitieprogramma heeft een lange ondertiteling, maar uiteindelijk gaat het om actie. We willen zichtbaar resultaat. En ik denk dat we daar wel zeker de eerste tekenen van zien. Zichtbaar resultaat bijvoorbeeld vergroenen in de stad. We liggen op een aantal punten op koers om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Kan je ook allemaal dingen weer bij zeggen, maar daar zijn we best vlot op weg. Er worden woningen gebouwd. Ik vind dat heel positief. En ik denk dat, je hoort het een beetje al in de reactie van Hart van Haarlem. Ik denk dat de oppositie, een aantal oppositiepartijen het gewoon wel het zwaarst hebben deze periode. Ik denk, aan de ene kant zie ik een bepaalde ideeënarmoede bij een aantal partijen. Doordat er gewoon niet heel veel voorstellen naar de raad komen. Hè, dan is er heel veel incidenteel geld en dan komt er eigenlijk niet echt ideeën. En het gaat heel veel over randzaken daardoor. Dus heel veel over, we krijgen geen positie. Je ziet dat de laatste raad gaat over het over onze eigen vergaderorde. Ja. Dan worden er heel veel voorstellen ingediend. Ja, ik denk dat dat tekenend is. Sander van der Raad, jouw rechterbuurman, althans geografisch, heeft een beetje medelijden met de oppositie. Want het gaat allemaal zo goed dat die bijna geen rol meer speelt. Hoe kijk jij op deze twee jaar terug vanuit jouw positie? Nou, eerst de excuses dat ik wat later kwam. Want ik dacht dat nu de pletterij in Schalkwijk zat. Omdat jullie daar zo vaak zijn geweest. Een enkele woensdag zitten we daar wel, vier keer per jaar. Maar dat moet fijn dus dat je eerst naar daarheen fietst en nu weer terug bent. Dat moet daar een definitieve plek krijgen in Schalkwijk. Schalkwijk moet veel meer aandacht krijgen, dus vandaar. Dat is het punt wat ik dan vind dat beter kan. Over dat de coalitiepartijen weinig te zeggen hebben. Nou, de laatste kadernota heb ik met mijn ene zetel drie moties aangenomen gekregen. En daar was ik ontzettend blij mee. Want de één was dat we meer aandacht besteden aan de jeugd en de kinderen die een beperking hebben en niet in de speeltuin een toestel kunnen vinden waar ze dan ook aan mee kunnen doen. En natuurlijk een hele belangrijke voor Trots Haarlem sinds 2010, gewoon sinds het begin, zijn we bezig met betere openbare toiletten.
En we hebben nu ook de motie aangenomen gekregen dat het college samen met de Maag-Darm-Leverstichting gaat kijken hoe het beter kan. Dus dat zijn al twee fantastische punten. Dus ik denk niet dat het commentaar op Trots Haarlem sloeg. Oké. Jasper, reageer. Nee, ik denk dat het ook bewijst als er goede voorstellen naar de raad komen. Dan wordt ze gesteund. Volgens mij is hij ook breed door coalitie gesteund. In ieder geval door GroenLinks. Dus daar, het kan zeker. Ja. Sander, voel jij je gesterkt door het centrumrechtse kabinet? Er zijn ook andere woorden die voor dit kabinet worden gebruikt, maar laat ik voorzichtig zijn. Centrumrechts. Nou, ik heb op mijn Twitterpagina staan van... extreem centrum. Ja, extreem radicaal rechts. Ik heb ook op mijn Twitterpagina's in mijn biografie staan... van zuurlinks tot extreem radicaal rechts. Laten we allemaal uit de hokjesgeest stappen. Want dat is natuurlijk het grootste probleem. Maar ik was ontzettend blij. Ik heb zelfs gedacht, als we nog een keertje Rutte zouden krijgen... of misschien wel Timmermans aan de macht... dan ging ik serieus kijken naar welk land ik zou emigreren. Maar met dit fantastische rechtse kabinet... Heb ik weer helemaal zin erin gekregen. Ja, en je bemoeit je ook een beetje met het landelijke politiek... Hè, zie ik in jouw actieve Twittergedrag. Dus gouden jaren voor de boeg. Maar daar gaan we het straks over hebben. Louise, wat was jouw grootste teleurstelling... deze twee jaar? Je zei van de opkomst door het referendum was hoog... vergeleken met de lage opkomst bij de verkiezingen. Waarin heeft dit college jou nu teleurgesteld? Nou, er zijn wel een paar dingen die mij eigenlijk wel ergeren. Is er toch weinig transparant in het eigen handelen. Toch wel veel dingen geheim verklaren... Die wat mij betreft, dat kan wel minder... Ik vind zelf als gemeenteraad zit, ik ben er niet direct, vind ik, om allemaal kleine motietjes met leuke onderwerpjes. En dan dat meerderheid en dan ben je hartstikke blij dat je wat hebt bereikt. Maar ik vind wel dat rondom bijvoorbeeld de Verweihal, die al eindeloos staat te verkotten. De Egelantier, gewoon het vastgoed in Haarlem, gewoon belangrijke panden. Dat er heel weinig transparantie is vanuit het gemeentebestuur van wat daar nu eigenlijk aan de hand is. Als je de vragen over stelt, word je het bos ingestuurd. Uiteindelijk zal het wel op de agenda komen te staan. Maar ik vind gewoon de hele manier waarop dit wordt behandeld... ook in de gemeenteraad, als je vragen over stelt... het wordt altijd een beetje in vertrouwelijke mededelingen... en dan moet je het dan maar mee doen en na maanden weet je nog niks. Nou, dat vind ik wel een belangrijke teleurstelling... En wat mij nu ook opvalt, bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers. En de buurt wordt opgeschrikt. Ik heb het nog niet eens over de meeste Lottemaan, want die mensen kunnen zichzelf wel redden. Maar zo de Asterstraat, waar dan de buurt wordt gealarmeerd. Vervolgens worden er verwachtingen gewekt van wat we daar dan gaan doen, wie er komen. En vervolgens horen daar helemaal niemand meer wat. En als je dan daar vragen over stelt aan het college... Ja, nou ja, ze liggen er nog te wachten. Louise, nog even terugkomen op dat geheime en dat weggelakte stukken en dergelijke. Is dat iets wat je specifiek ziet toenemen tijdens deze coalitieperiode? Of is dat iets wat in Haarlem al langer speelt? Nou ja, je hebt het natuurlijk over bestuurscultuur. Morgen staat ook in de raad op de commissiebestuur een bepaald agendapunt over... klachten van burgers die openheid van zaken wilden hebben en het niet kregen. Maar ik vind dat hoort er. Dat maak je dus inderdaad mee. Maar ik vind de manier bijvoorbeeld waarop onze burgervader opereert... vaak op eigen houtje dingen zit te regelen, in mijn optiek in ieder geval... dat vrij weinig duidelijk is. En dat vind ik gewoon jammer. Dat vind ik echt wel een teleurstelling. Dat hij te weinig... de raad meeneemt in... bijvoorbeeld een voorbeeld is natuurlijk... excuses voor het slavernijverleden van Haarlem... waar wij eigenlijk helemaal niet bij betrokken waren. En dat vind ik dan jammer. Is dat beleid wat de burgemeester heeft uitgedragen... fout beleid? Of vind je het fout dat hij niet de raad heeft geconsulteerd... over wat hij namens de stad moest zeggen? Nou, wij hebben altijd geconstateerd dat het er een behoorlijke... kloof is tussen de burgemeester en de gemeenteraad... De burgemeester, maar dat ken je natuurlijk wel. Ik ken het vak een beetje. Ja, oké, daarvoor kan ik het tegen jou wel zeggen. Ja, je vindt allemaal dingen heel erg leuk. Je wordt in de stad als Sinterklaas overal binnengehaald. En die politiek, dat is toch wel een beetje vervelend. En die probeer je dan toch een beetje van je af te duwen. En
Ja, het is belangrijk dat een burgemeester ook oog heeft voor de politiek en daar de mensen ook meer bij betrekt. Oké, Jasper, de rotte kies op de Grote Markt, de Verweihal. Weet jij meer dan de oppositiepartijen over de mediation, wat er gebeurd is, wat de perspectieven zijn? Heb jij een geheim achterkamertje waar je dingen... Heb je er toevallig bij gezeten? Heb je bij gezeten? Ja, ik heet geen Raiola, ik heet Jasper Drost. Nee, ik weet daar niet meer dan het gemiddelde raadslid. Maar ik denk dat dit wel een beetje bewijst wat mijn punt net was. Dat het heel veel over randzaken gaat in... Te weinig over de inhoud. Het gaat ook vaak over periode. Hè. Commissie bestuur gaat alleen maar over spreektijden. We worden niet meegenomen. Ik denk, ja, volgens mij gebeurt dat best wel goed. En laten we het erover de inhoud hebben. Maar jij ziet daar geen punten, Jasper, in die verdeling van die spreektijden? Dat leefde zeker in het begin van deze periode, ook omdat er natuurlijk veel meer fracties bij kwamen, leefde dat onder heel veel partijen. Maar ik hoor je nu een beetje wegzetten als een randzaak. Is het niet iets waarvan je... Ik snap niet zo goed dat er politiek wordt gemaakt. Ik snap best dat je daar met elkaar over hebt, want de speelregels bepaal je samen. Maar als je constant een soort theatershow gaat maken in een openbare vergadering, vind ik dat wel bijzonder. En ik denk dat dat gewoon niet nodig was. Maar de Verweihal noem ik geen randzaak. En Eglantier, die toch redelijk stil ligt. Hè? Dat zijn toch grote kwesties waar het lastig is om te ontdekken hoe het nou gaat en wat de mogelijkheden zijn. Ja, sterker nog, ook daar volgens mij over de Eglantier hebben we ook vragen over gesteld. Hè? Mevrouw Klaasens, raadslid, heeft ook vragen over gesteld. Dus daar letten we ook op. Ik denk tegelijkertijd dat er ook dossiers zijn binnen cultuur die wel ook verder komen. Hè? Het depot van Frans Halsel, maar is wat te noemen, is natuurlijk ook best wel lang gelopen en daar worden nu concrete stappen in gezet. Dus ja, ik denk dat het is goed om kritisch te zijn op dat soort dossiers. Maar ja, er lopen ook best dat soort dossiers ook goed. Petra Opperhuis, de christendemocratische waarden van het CDA, hoe komen die tot gelding in deze coalitieperiode? Gaat dat via de portefeuille van jullie wethouder? De wethouder is natuurlijk ook in zekere mate onafhankelijk. Hè? Maar hoe ervaar je de invloed van het CDA? Je noemde de school in Schalkwijk, hè? Maar zijn er nog andere punten waar je zegt, nou, CDA heeft hier de meerwaarde betekent voor deze coalitie? Nou, je stipt hem al aan. Wij zijn altijd bezig geweest met diversiteit, inclusiviteit. En wij hebben wel, de wethouder heeft dat wel in haar portefeuille gekregen. Dus daarin kun je heel duidelijk merken dat wij daar wel mee bezig zijn. Verder zijn wij altijd bezig geweest met zorgen dat eenzaamheid op de agenda komt. En er is wel een initiatiefvoorstel met meerdere partijen is van de grond gekomen van samen beter wonen. Dus het CDA heeft absoluut wel een stempel daarin. En Sander, ben jij heel blij dus met die drie moties die zijn aangenomen? Louise, maar ik weet of niet of jij daarop doelde, zei van ja, dat zijn mooie kleine onderwerpen, daar kan niemand... Die onderwerpen van hem waren heel belangrijk. Die waren heel belangrijk. Jullie zijn dus politieke vrienden. Had deze coalitie wezenlijk anders moeten opereren de afgelopen 2 jaar? Wat zijn de grootste manco's? Nou, kijk, het eerste, nog even aanvullend op die moties, is... Kijk, Trots Haarlem heeft altijd vanaf het begin de motie afschaffen van hondenbelasting gedaan. Wat ik nu laatst ontdekt heb, dat als je nu thuis ChatGPT gaat gebruiken en je zegt maak een motie over hondenbelasting, dan krijg je letterlijk de motie van Trots Haarlem, omdat hij al die jarenlang dat ik die moties maak bij elkaar schraapt. Dus dat is mooi. Dus dan zie je als kleine partij, dan heb je heel veel invloed, want je kan zelfs de AI beïnvloeden ermee. Nou, top. Ja, dat is zeker top, want dat had ik niet gedacht, maar dat is mooi. Je moet gewoon je hond in Panama registreren. Ja. Ja, dan hoef je niet te betalen, dat klopt. Of in Heemstede, dat kan ook. Maar wat vind ik niet mooi is, ik maak me weer een beetje zorgen over het betrekken van de burger. Kijk, je hebt nu dat referendum over dat parkeren, dan lijkt het of ze mee mogen doen. Dan heb je die gesprekstafels. En dan wordt er gevraagd van, ja, wat denkt u, waardoor komt die parkeerdruk? Nou, toen las ik laatst het coalitieakkoord en toen dacht ik, ja, waarom stellen ze eigenlijk die vraag? In het coalitieakkoord staat, als wij ergens nieuwe huizen gaan bijbouwen, dan gaan we zorgen dat de parkeernorm de helft daalt. Dus als de parkeernorm 1 is en ze bouwen de huizen erbij, dan moet dat kennelijk 0 zijn, want het moet voor de helft gaan dalen. En dan ga je aan de burger vragen, nou, wat denkt u nou waardoor het komt dat die parkeerdruk toeneemt? Ja, het staat gewoon zwart op wit. Ze willen meer autoluwe gebieden, dus het staat zwart op wit. Dus dat is dan een beetje
En dat is denk ik waar mensen tegenwoordig, vroeger zouden ze daar nog wel intrappen, maar tegenwoordig heb ik het idee dat mensen wel wat beter wakkerder worden. En dat je denkt van, ja, worden we nu serieus genomen? En dat, ik denk het grootste punt waar ik me zorgen over maak over de komende 2 jaar, is dat mensen denken van, worden we wel serieus genomen? En mogen we echt meedenken en mee beslissen? Okay. Voordat we dadelijk deze ronde afsluiten met iets wat ik zo ga onthullen. Jasper, heeft de gemeente Haarlem voldoende ambtenaren? Want ik lees ook weer dingen over iets met opladen van auto's. Dat duurt allemaal nog een hele tijd voordat dat beschikbaar komt. Dat is een weerkerend thema. Je hebt hier aan tafel ook wel eens wat over gezegd. Heb jij een beeld van de hoeveelheid ambtelijke capaciteit die we nodig zouden hebben en die we nu hebben? Ja, kijk, dat is op verschillende domeinen wel een aandachtspunt om zo te noemen. Noem het een probleem. Zeker in het fysieke domein. Dus je kijkt naar vergunningen. Ook rond verduurzaming. De woningopgave. Ja, daar heb je gewoon mensen voor nodig. En die zijn niet altijd. Ja, er staan redelijk wat vacatures open. Ja, dat blijft een probleem. Ja. We gaan maar deze... niet alleen voor gemeente Haarlem overigens. Dus nee. Je ziet het breed. We gaan deze ronde afsluiten met het geven van een cijfer aan deze coalitie. En je mag een cijfer kiezen, beginnen met Louise, tussen de 0 en de 10. Ik verwacht niet dat je de 10 zal kiezen. Maar je mag elk cijfer noemen voor een totaal oordeel over dit beleid van deze centrum-linkse coalitie. Ja, dat is echt een gewetensvraag. Ja, ik ben er niet zo enthousiast over. Nee. Ik denk een 5. Een 5, zuinig is. Petra, wat geeft het CDA, wat geef jij en Ron aan deze coalitie voor cijfer? Ja, ik ga toch wel voor een 8, want een heleboel punten van de coalitieakkoord die zijn al goed op dreef. Maar dat kan altijd beter, dus daarom geen 10. Maar we zitten zeker dik over de helft. Oké, Jasper, kun je er nog overheen gaan? Ja, ik vind het een beetje dubbel aan de ene kant. Je stelt de vragen, dan wil ik best wel zeggen, goh, we doen dit cijfer. Maar uiteindelijk vind ik het belangrijk, reken me alsjeblieft af over 2 jaar op wat je binnenhaalt qua woningen enzovoort en vergroening. Het zit een beetje nieuw. Ook een 8. Oké. Nou, Sander? Ik met de hakken over de sloot ga ik een voldoende geven. Het was eerst een onvoldoende, maar ik zie de laatste tijd dat bijvoorbeeld... ze proberen dan mensen erbij te betrekken wat dan gewoon eigenlijk voor de show is, als je het partijprogramma leest. Maar wat laatst ook gebeurde was dat de heer Wiedemeijer van de PvdA zei van... we moeten zorgen dat die expats niet meer naar Haarlem gaan, want die bepaalde groep mensen die hebben toch invloed op hoeveel huizen we overhouden voor Haarlemmers. Nou, laat ik dat nou al sinds 2012 zeggen. Maar dan bijvoorbeeld met de voorrangsgroepen statushouders asielzoekers. Maar nee. dan telt het niet. Maar je ziet dus een kanteling dat ze, nu gaan we naar experts die moeten geweerd worden omdat de Haarlemmers voorrang moeten krijgen. En dan denk ik, nou, dan kan het ook wel eens doorslaan als je lang genoeg blijft nadenken als bijvoorbeeld PvdA. Dat ze zeggen, hey, andere groepen die krijgen ook allemaal voorrang. En dat beperkt ook de doorgroeimogelijkheden van de Haarlemmers. Eigen inwoners eerst. We gaan dadelijk aan Maarten Wiedemeijer vragen. Ik zal geen ander woord gebruiken voor het na-eigen. We danken jullie voor deze ronde. Applaus voor de eerste ronde. En wij gaan door naar groep 2. Joris Blokpoel van de VVD. Mirjam Sinem van D66. En Jacqueline van den Broek van de Partij voor de Dieren. Welkom bij deze eerste ronde over wat ging er goed en wat ging er niet zo goed de afgelopen 2 jaar. Jacqueline, als ik met jou mag beginnen, Partij voor de Dieren kwam met een klinkend verkiezingsresultaat in de raad. Hadden jullie gehoopt om in het college vertegenwoordigd te worden? Was dat een teleurstelling destijds? Of denk je, nou, we zitten wel met z'n tweeën lekker dicht tegen die coalitie aan te duwen? Dat is wel een comfortabele positie. Nou, ik denk dat het vooral een afweging is geweest. Oké, je bent nu in de raad, je hebt nog nul ervaring. En ik denk dat het heel goed is om in de oppositie eerst die ervaring op te gaan doen. En wij zagen sowieso in de eerste verkennende gesprekken dat men nog lang niet rijp was voor alle ideeën voor de Partij voor de Dieren. Dus wij zijn prima zo gestart. Ja. Is dit college groen en diervriendelijk genoeg geweest deze afgelopen 2 jaar?
Nee, ik vind ze niet altijd diervriendelijk en groen genoeg. Er zijn zeker wel goede initiatieven. En het feit dat in het coalitieakkoord staat dat er een dierenwelzijnsnota komt, vind ik heel positief. Maar we zitten er al wel 2 jaar op te wachten voordat hij eindelijk naar het goed doorkomt. En er is ook nog van alles op af te dingen. Ja, hij komt eraan, heb ik net gehoord. Dus. Ja, dus, maar goed, daar gaan we zeker ook heel, daar hebben we al heel kritisch naar gekeken. En daar zien we absoluut nog wel verbeterpunten. En ik denk ten aanzien van groen, ja, zeker. De stad wordt op sommige plekken vergroend en dat is echt hartstikke goed. Maar we zien ook heel vaak dat bij nieuwbouwprojecten groen echt aan het kortste eind trekt. En dat er nog steeds vrij makkelijk bomen gekapt worden. Dus het is echt wel nodig om daar heel erg scherp op te blijven. En daar vind ik ze soms wel tekort in schieten. Oké, dankjewel. Mirjam Sinem, D66. 3 partijen links van je in de coalitie en 1 andere middenpartij ongeveer naast je. Bevalt dat? Ja, heel goed. En we missen nog 1 partij, die is net ook niet genoemd, de actiepartij natuurlijk. Die, die noemde ook wel eens linkse partij. Ja. Ja, nee, klopt. Maar ik denk, ik noem ze nog even expliciet. Ze kwamen net aan bod. Komt zo. Ja. Het bevalt eigenlijk heel erg goed. Ik vind de samenwerking heel erg fijn. En ik denk dat er ook heel veel onderling vertrouwen is, waarbij er wel genoeg gedeelde uitgangspunten en gezamenlijke waarden zijn. En alsnog ook af en toe de ruimte is om toch ook even meer je eigen partijkleur door te laten klinken en ook die ruimte te kunnen krijgen. Joost. Heb je daarin een verschil gemerkt met hoe deze periode tot nu toe is met hoe de vorige periode was? Want toen lagen de verhoudingen net wat anders, maar wel 4 van de 5 partijen zaten toen ook in de coalitie. Klopt. Heb jij een verschil gemerkt tussen de afgelopen 2 jaar en de jaren daarvoor? Deze periode is voor mij, want de vorige periode was ik voor het eerst in de raad. Dus ik heb toen zelf ook de onderhandelingen niet meegemaakt. En je zit ook minder bij die fractievoorzitter overleggen en dat soort dingen. Dus het voelde minder hands-on, zeg maar. Ik was heel erg goed met eigenlijk alle partijen in de commissie samenleving gezellig bezig en aan het kijken naar het beleid. En deze periode heb ik zelf ook wel echt gewoon een leercurve meegemaakt. En dan merk je ook dat je zelf aan het stuur zit als het gaat om onderling vertrouwen opbouwen en samen een mooie rit uitzitten met elkaar. En is er een coalitieblok? Is er een achterkamertjes of voorkamertjes of wat voor soort kamertjes overleg tussen de fractievoorzitters van de coalitiepartijen waarin alles wordt dichtgetimmerd? Nee, er is geen achterkamertjes overleg of dat soort dingen. Ja, ik zie hier geknik hoor, maar... Het wordt naast je wat nee geknikt. Nee, nou ja, goed, dat mag iedereen zo vinden. Maar we hebben wel gewoon een heel duidelijk coalitieakkoord waarin we hebben gezegd van we willen actie. En er zitten gewoon heel veel gezamenlijke waarden in. En ik zie niet dat wij nu allerlei nieuwe voorstellen tegenkomen die wij dan vervolgens er allemaal dicht timmeren of wegdrukken of dat soort dingen. Dat zie ik helemaal niet. Joost, je pakte de microfoon, dus ga je gang. Joris, zie jij nou exorbitant veel actie deze? Jij bent natuurlijk naast raadslid, ben jij ook commissievoorzitter. Dus als er nu echt heel veel actie is, dan zou jij dat bij uitstek moeten zien natuurlijk. Ja, voornamelijk op de commissie ontwikkeling zou ik dat moeten zien. Nou, dat zie ik ook wel. De agenda is vol. Toevallig deze donderdag niet, maar er komen volle vergaderingen aan. Dus er is wel degelijk actie. Kan het meer? Ja, zeker. Kan zeker meer. Ja. Wat ik van de VVD zo interessant vind, is dat ik dacht, maar wie ben ik, en velen dachten dat jullie in 2022 mee zouden gaan doen aan de coalitie. Toen hebben jullie scherpe posities ingenomen over mobiliteit en een paar andere onderwerpen. En daar stond je toch weer buiten dat college. Dat heeft kennelijk jullie niet heel veel blijvende schade bij jullie aangericht, want jullie gaan wel heel blijmoedig voortdurend een soort van redelijke oppositie voeren. Is dat een rol die jullie erg past? Jou als persoon ook, als nieuwe voorzitter? Nou, blijmoedig oppositie voeren, dat vind ik een heel groot woord. Uiteraard zetten we ons beste beentje voort en zorgen we dat we de scherpte in de raad opzoeken. Zorgen we dat we de coalitiepartijen bij de leest houden en zorgen we ook dat we ons eigen profiel neerzetten. Dus ja, zeker voeren we oppositie. Nou, we hebben het met het parkeerreferendum onder andere ook gezien. We zien het überhaupt op mobiliteit binnen de woningbouw. Er zijn genoeg scherpe discussies die we voeren in de raad. Moeten we daarom zuur, negatief en op de man gaan spelen? Nee, zeker niet. Want daarmee bereiken we alleen maar minder. En dat komt de sfeer in de raad uiteindelijk ook totaal niet ten goede. Wat zijn nou de dingen die deze 2 jaar, die de VVD, want
Je hebt het halverwege overgenomen, je zat al in de fractie. Het meest als een gaat in de keel steken. Ik heb wel eens iets gelezen over autootje wegpesten uit Haarlem, mobiliteit. Wat heeft jullie het meest boos gemaakt? De rugsteek voor de middenklasse, toch? Dat was was het nou de doodsteek voor de middenklasse? Of de... Ja, zoiets. De middenklasse en de auto. Dat waren wel de meest gangbare begrippen. Joris? Nou, maar laten we er eerlijk over zijn. Er werd net al genoemd, er moet meer groen en de vergroening van de stad. Nou, de vergroening van de stad, wie is er op tegen? Maar de VVD heeft altijd gezegd, prima om te vergroenen. Dat willen wij ook dolgraag, want wie wil er nou niet in een groene omgeving wonen? Maar die omgeving moet wel bereikbaar blijven. En daar wordt nu fors aan beknibbeld, opbeknibbeld. En dat wordt ook weggezet. Ja, en daar heeft de VVD toch wel moeite mee. Jij schudt nee. Kan je daar nog verbaal iets aan toevoegen aan het meeschudden? Zeker, zeker. Nee, ja, kijk, ik bedoel, ik denk dat dit ook wel gewoon aangeeft dat er veel verschillende belangen zijn. We hebben maar één openbare ruimte. We krijgen er geen vierkante centimeter bij qua stad. Dus op een gegeven moment moet je ook gewoon keuzes gaan maken. En nou ja, ik weet dat het standpunt is geweest, onder andere van de VVD dan toevallig, hè, van autootje pesten, dat is het helemaal niet. Het is wel eerlijker delen van die openbare ruimte. Dat is wel het uitgangspunt ook geweest. Omdat je ook groen wil, omdat je ook woningen bij wil bouwen, omdat je ook speeltuintjes wil neerzetten. Of gewoon betere aangelegde stoepen wilt creëren. Maar laten we eerlijk zijn, iedereen wil dat. Iedereen wil een fantastisch openbaar ruimte, een fantastisch lege straat, geen auto's op straat. Als je de stad in komt, dat je ergens kan parkeren en dat je bij wijze van op je fiets naar huis kan. Wie wil dat nou niet? Maar de moeilijkheid. Maar de stap zetten naar inderdaad bij wijze van exorbitant idee, maar wel een idee. Het spaarne dempen, daar een onwijs groot parkeergarage onderbouwen. En, ideetje. Daar zorgen dat mensen daar kunnen parkeren, zoals ze in Amsterdam op veelvuldige plekken hebben gedaan. En met succes, want daar zie je inderdaad prachtige openbare ruimte zonder auto's. Ja, die stap durf je niet te nemen. Nee, spaarne dempen, dat is een interessant idee. En dan gedempte oude grachten opengraven. Ja. En daarna spaarne wel weer vol laten stromen, uiteraard. Okay. Maar wel met een mooie garage eronder. Ja, maar dit zijn mooie garage onder. Nou, Mirjam, je weet wat je niet hebt in de college. Dat, ja. Jacqueline, je noemde de nota dierenwelzijn. Zijn er andere punten waar je in de afgelopen 2 jaar van hebt gedacht, nou, dat zou wel een graadje meer en beter hebben gekund van de kant van het college, op de punten die jullie zo dierbaar zijn? Nou ja, wat ik zelf echt wel heel pijnlijk vond, is dat er wel voor gekozen is om bijvoorbeeld 2 grote woontorens in het Van Leeuwenhoekpark te plaatsen. En dat is precies, Partij voor Dieren helemaal niet tegen nieuwe woningen. Maar daar staan bijvoorbeeld op de hoek van de Randweg en de Leidse Vaart, staan ook allemaal kantoorpanden leeg. Dus wij zeggen al eerst van, begin daar nou eens mee. In plaats van 2 grote woontorens in een groen park zitten. Want we hebben al zo weinig openbaar groen. Dus dat zijn een beetje de voorbeelden waarvan ik denk, dat trekken we constant aan het kortste eind. Dat vind ik wel jammer, want hier ook echt, wordt heel erg vanuit de mens gedacht. Maar de mens kan niet zonder natuur. Dus je moet ook dat perspectief soms eens even kantelen en denken van, wat is nou de basis voor een gezonde leefomgeving? En dat is toch een groene, klimaatadaptieve, gezonde leefomgeving. Ja. Ik zag vandaag in de krant dat Haarlem 4 staat in de lijst van steden waar zowel de economie goed gaat als de vergroening. Is dat niet een beetje een vechten tegen de bierkaai als die agenda wil volgen en je stad doet het al zo goed volgens zo'n rapport? Nou ja, kijk, wij lopen dagelijks door de stad en goud op een koffing misschien wat minder. Het is hartstikke mooi dat er staat. Bijvoorbeeld in de Houtstraat hebben we mooie plantenbakken. Maar uiteindelijk bomen doen veel meer voor je CO2-opvang, voor je biodiversiteit. Dus wij zouden veel liever zien, plant daar een paar stevige bomen in plaats van plantenbakken. Ja, Mirjam. Ja, ik zou toch ook wel... Nou, niet helemaal. Hallo? Ja, nu wel. Ja. We hebben verbinding. Ik was wel heel erg blij met dat rapport uiteraard. Ik denk dat we echt wel hele mooie resultaten hebben laten zien. Vorig jaar 1400 nieuwe woningen erbij. Dit jaar gaan we ook afstevenen op 1000 nieuwe woningen erbij. Die stad is toch op delen ook flink aan het vergroenen. We proberen die uitvoering ook steeds beter omhoog te krijgen, dat percentage. Dus dat geld ook daadwerkelijk omzetten in dingen die we realiseren in deze stad. Dus die schuld aan die stad verkleinen.
Kan het beter? Kan het sneller? Uiteraard. Nog meer, ja, jij ziet ook wel, bij elk bouwproject moeten wij ontheffingen aanvragen voor geluidwaarde, voor luchtkwaliteit. Dus we zoeken constant de grenzen op om woningen te kunnen bouwen. En daarvan moet je op een gegeven moment wel realiseren van wat voor een leefklimaat kunnen we onze toekomstige bewoners nog bieden. En ik denk dat dat echt iets is waar we echt heel voorzichtig mee moeten zijn. Want ik vind nu, het is constant ontheffing, ontheffing, ontheffing. Ja. Ja. Mirjam en dan Joris. Nee, Joris, begin maar, want je bent altijd niet aan het woord geweest. Ja, ontheffing op ontheffing. Dat doen we omdat we de stad verdichten. We willen huizen bieden voor de inwoners en juist ook voor de jeugd die zo hard op zoek is naar een woning. Juist voor de middenklasse willen we ook die woningen bouwen. En dat is alleen maar goed om dan ook te verdichten en niet naar uitleglocaties aan de randen van de stad te zoeken. Dat moet u met me eens zijn. Ja. Zeker, zeker. Ja. Mirjam, je hebt ook nog zelf dingen geagendeerd als fractie. Femicide bijvoorbeeld, ben je tevreden over hoe dat onderwerp nou is behandeld en vormgegeven? Nou, ik vind het leuk dat je daarover begint. Want we gaan, ik heb bijna 2 jaar geleden inmiddels een motie ingediend daarover. Ik was niet heel erg blij met de reactie erop. Daar moesten we toen bijna 1 jaar op wachten. En vervolgens ben ik zelf maar gewoon een initiatiefvoorstel gaan schrijven. En dat had gelukkig al steun van heel veel fracties, ook uit deze raad. En die wordt 19 september, dus over 2 weken in de commissie Samenleving, behandeld. Oké, mooi. En ik ben heel benieuwd naar de reactie van het college daarop. Ik hoop dat ze zich net als D66 hard willen inzetten voor de veiligheid van vrouwen in deze stad. Ja. Mooi, Joost. Jacqueline, een vraagje voor jou. Toen Partij voor de Dieren net begon en net in de raad zat, ben ik me te herinneren dat er een ontwikkeling of een ontwikkelplan was voor een locatie, ik weet even niet meer aan mijn hoofd waar het was, waar best wel veel aandacht voor groen was. En toen kwam Partij voor de Dieren zo van, ja, het is allemaal wel groen en allemaal wel leuk en aardig, maar het zit vol met schadelijke exoten. Hebben jullie sindsdien de schadelijke exoten uit de stad kunnen weren? Of, de bierenkraal. Nou, ik vind in ieder geval, het is al winst dat iedereen nou het verschil tussen inheemse soorten en exoten weet. Dus dat denk ik al, daar hebben we al een punt gemaakt. Je ziet, er wordt vaak voor een mix gekozen. Terwijl uiteindelijk is zoveel mogelijk inheems. En dan heb je natuurlijk allerlei variaties van inheems. Soms inheems gewoon tot en met Parijs ongeveer. Die je het beste kunt gebruiken. Maar feit is inderdaad, we hebben gewoon meer inheemse soorten nodig. Omdat daar heel veel van onze bijenvlinders van afhankelijk zijn. En daar gaat het gewoon heel erg slecht mee. Dus ja, er is verbetering. Maar het is nog steeds denk ik dat we daar een stap in kunnen zetten. Joris, het grootste succes van de VVD van de laatste 2 jaar? Het grootste succes? Nou, een van de successen is wel, ik weet niet of zozeer, het is meer een succes van de raad, dus ik wil niet zozeer op de VVD claimen, maar Peter van Kessel, inmiddels uit de raad. Ja, voorganger. En mijn voorganger, die heeft de raad opgeroepen om meer met elkaar samen te werken, want de raad was redelijk verdeeld. Iedereen preekt uiteraard voor eigen parochie, maar die zocht elkaar ook niet op. En we merken het laatste jaar, merken we toch wel, onder andere door de VVD misschien wel, onze opstelling, onze positieve insteek, dat we elkaar meer opzoeken, dat we met elkaar een positievere vibe hebben in de raad. Of we elkaar ook positiever bejegenen. Natuurlijk kan het nog beter. En op onderwerpen, zoals de heer Dros net ook al aangaf, kunnen we zeker nog wel stappen zetten. Maar daarin is groot succes. Daarnaast denk ik ook dat we hebben bijgedragen aan het parkeerreferendum, hebben gesteund met de mensen die het hebben ingediend. En daarin ook inderdaad die overweldigende meerderheid tegen het referendum of tegen het parkeerbeleid hebben weten te vinden. Ja, dus de walk-out van een deel van de raad van tijd terug, die komt niet meer terug, denk je? Nee, dat weet je nooit. Dat kan zomaar gebeuren. Ja. Wij gaan een cijfer geven aan het beleid van deze coalitie. Beetje kinderachtig, maar toch alweer leuk. De cijfers die liepen uit de 1 van 5 tot 8 in de vorige ronde. Partij van de Dieren zit dicht tegen de coalitie aan, kruipt er wel heel erg tegenaan. Nou, dat valt volgens mij wel mee, want er zijn genoeg moties die niet van ons worden aangenomen. Dus, okay, gelukkig maar. Dus er is nog genoeg te winnen. De cijfer wordt? Ja, ik denk een 6. Omdat ik wel ook even credits voor even de raad inderdaad. Omdat ik echt vind dat ze bijvoorbeeld de diversiteit en inclusiviteitsagenda echt heel goed neerzet. Dus prima. Mirjam, cijfer in het midden natuurlijk voor D66 als middenpartij. Ja, nee. ik ben wel een flink stuk positiever. En dat heeft ook vooral te maken met een aantal investeringen die wij nu ook aan het doen zijn. Dik 20 miljoen erbij voor onderwijs. Gelet op de landelijke bezuinigingen vind ik dat alleen maar een hele mooie plus.
Havenonderwijs toegevoegd natuurlijk aan Schalkwijk. Ja. Daar hebben CDA, SP en D66 lang aan lopen leuren. Dus ik ga toch zeker wel voor een 8,5. 8,5, dat is het hoogste cijfer. Laten we dat doen. Heel goed. Goed. Mooi, dankjewel. Ja, ik zat op een 6,5. Okay. Dus het is op zich prima basis, maar er zijn zeker stappen die we nog moeten zetten in de stad. Oké. Okay. Dankjewel voor deze tweede ronde. Applaus voor Joris, Mirjam en Jacqueline. Dank voor jullie bijdrage. En dan vraag ik op het podium Moussa Aynan, George Jacobs, Maarten Wiedemeijer en Danny van Leeuwen. Oh, dat was daar. Ga zitten waar je wilt, Joyce. Ja, ja hoor, gezellig. Welkom. We kijken terug op 2 jaar coalitiebeleid. 2 jaar deze coalitie. 2 jaar college vanaf zomer 2022. George, ja, je bent een beetje de constructieve oppositie als partij, denk ik. Hoe kijk je terug op deze 2 jaar? Ja, doet het gewoon niet. Ja. Ik zat even naar een groen lichtje te kijken. Wat ik ervan vind. Hoe ik het heb ervaren. En hoe ik het eerst met Frans Smit en later met Geert-Jan het heb ervaren. Ik ben niet zo heel positief, als ik heel eerlijk ben. Dus, mooi, dat is goed voor de open en eerlijke lijst nummer 8. Dus want we gaan nu terugkijken. Nou, waar ik nog steeds teleurgesteld over ben. En merk dat ik toch wel het gevoel heb dat het ook wel terecht is geweest dat ik teleurgesteld was. Maar ja, besluiten zijn nou eenmaal genomen. En dan moet je het ermee doen en het beste van maken. En dat is toen met die startnotitie wijkplatforms, hè, wijkraden op wijkplatforms. Ja, goed. We volgen het, hè. We volgen de ontwikkeling. En dus dat is iets wat we met grote argusogen volgen. En het participatiebeleid was ik ook heel teleurgesteld over. Mm-hmm. Dus dat. En natuurlijk ook het allereerste begin, want ik ben natuurlijk nieuw raadslid. Mm-hmm. Ik ben ooit schaduwraadslid geweest bij de actiepartij ook. En ik ben nieuw. En dat gevoel van toen ik kan het goed naar huis gaan. Heb ik nu zeg maar omgezet in dat ik blij ben dat ik erbij zit. Hm. Juist om het van binnenuit goed te kunnen volgen. En hopelijk een steen bij te kunnen dragen, al is het maar heel klein. Ik vind het ook zelf een kleine steenbijdrage. En wat ik wel fijn vind, is het feit dat je in de raad zit, in de oppositie. Ik ben altijd gewend geweest om met de mensen in de stad, mm-hmm. Met iedereen te kletsen en informatie op te halen en om te horen wat er leeft. En dat is wel fijn dat je het vanuit die positie kan doen. Dus en dan proberen met die informatie iets te doen wat hout snijdt. Maar dat gaat heel langzaam, vind ik. En ik vind het nog lastig om, want bij mij, oppositie, coalitie, ben ik niet. Ja, mm-hmm. Voor mij, ik wil gewoon dat dingen worden gedaan voor de mensen. Mm-hmm. Want het gaat om de mensen die hier wonen. En we gaan bouwen. En ik hoor net voor de jongeren. Maar ik heb gezien wat de prijzen zijn van al die nieuwe woningen van 40 tot 50 vierkante meter. Die zijn €325.000. €385.000. De huurprijzen zijn €1.200 minimaal per maand. Oké. Okay. Dus ja. Ik ga je een beetje stoppen, George. Ja. Want anders voel jij deze ronde en ik hang ademloos aan je lippen. Maar ik ga je nu toch even stoppen. Dat vind ik helemaal niet erg. Dat vind je. Maarten Wiedemeijer, de politiek leider van deze coalitie. De Partij van de Arbeid is de grootste partij. 2 keer zo
twee keer zoveel wethouders als de andere partijen. Voelt dat als een zware verantwoordelijkheid om die rol van politiek leider te spelen? En ben je tevreden over deze 2 jaar? Nou, waar ik dan aan moet denken is, soms vragen mensen of macht een vervelend iets is. Maar ik denk dat dat gewoon een positie is waarbij je idealen kunt realiseren. Dus dat is eigenlijk alleen maar mooi. Maar dat doe je natuurlijk met anderen samen te werken. En nou, ik hoor dat Mirjam ook al zeggen, dat gaat gewoon heel erg goed. Ik vind ook dat we elkaar meer ruimte geven, ook in vergelijking tot de vorige periode. Maar ook met andere partijen. Ik hoorde net ook dat Sander tevreden was. Maar er worden ook heel voorstellen van bijvoorbeeld jouw Haarlem en SP, maar ook van de VVD gesteund. Dus volgens mij is de sfeer in de raad best wel open. Maar ja, om het even onvriendelijk te zeggen, ik zit niet voor de sfeer in de gemeenteraad. Ik zit er gewoon om met mijn partij resultaten te boeken. Ja, en als je dan terugkijkt naar de dingen die wij belangrijk vonden. Eigenlijk voor ons was het belangrijkste thema de woningnood. Ja, dan zie je nu dat er nog nooit zoveel woningen zijn gebouwd sinds de jaren 70. Nou, dat is een stap in de goede richting. Hè, want we moeten ook vooral nog veel meer sociale huurwoningen bouwen. Die zijn er de afgelopen jaren niet gebouwd. Die zijn de komende jaren wel ingepland. Nou, ander punt wat ook heel belangrijk was. Vorige keer toen er verkiezingen waren, zaten natuurlijk echt in het begin van de Oekraïneoorlog gingen de prijzen heel erg omhoog. Ja. Zag je dat de armoede heel erg toenam. En voor ons was het heel erg belangrijk om de armoedebestrijding uit te breiden. Dat is gelukkig ook gelukt. En stellen ook elk jaar meer geld beschikbaar voor de thuiszorg, de WMO en de jeugdzorg. Dus ik denk dat Haarlem ken ik als sociale stad waar ik ben opgegroeid. En ik denk ook dat we er als politiek, niet alleen de PvdA, maar heel veel andere partijen alles aan doen om dat sociale karakter te verstevigen en waar nodig uit te breiden. Ja. Dankjewel. Danny van Leeuwen, Actiepartij. En politicologisch heel interessant experiment. Niet het enige, geloof ik, in Nederland, maar wel een van de weinigen waar een partij wel deel uitmaakt, in zekere zin, van de coalitie, omdat het coalitieprogramma is onderschreven, maar niet fysiek wethouder levert. We spraken hier wel eerder aan deze tafel over hoe doe je dat dan? Loop je erin en eruit? Ben je half erbij? Hoe is die rol bevallen voor de actiepartij, die buitenboordmotorrol? Ja, nou goed, ik heb het hier inderdaad ook eerder gezegd. Er lag, en dat vond ik een hele verstandige keuze van een coalitie die al bestond en verder wilde na de vorige verkiezingen, om een uitnodiging naar de raad te sturen van kijk, dit is wat wij verder met deze stad willen doen. Daar zat voor actiepartij een aantal hele herkenbare punten in op het gebied van sociaal, woningbouw, nou, om er maar 2 te noemen. En daar hebben wij binnen de fractie heel snel van gezegd, ja, hier gaan we tegen die two-pager heette dat toen, daar gaan wij geen oppositie tegen hoeven voeren, want daar zijn we het gewoon mee eens. Dus laten we dan zien of we daarin kunnen gaan samenwerken. Nou, dat hebben we nu 2 jaar gedaan, ruim 2 jaar. Dat is in hoofdlijnen goed bevallen. Het is goed bevallen omdat inderdaad, nou, dat hoor ik hier meerdere zeggen, het onderlinge vertrouwen in de mensen met wie je het doet groot is. Ik denk inderdaad, nou, Maarten zegt dat, die noemt een aantal voorbeelden, daar ben ik het wel mee eens. Er wordt van heel veel partijen met een open blik gekeken naar de voorstellen. En ja, het vereiste, wat Jasper net ook terecht zegt, is wel, kom dan wel met voorstellen. Wij hebben zelf 16 jaar in de oppositie gezeten en we hebben ons de tandjes geschreven om voorstellen te doen. Ja. En waren niet zelden gefrustreerd dat ze werden weggewoven op voor ons onbegrijpelijke argumenten. Dus ik denk dat dat winst is, dat je nu ook vanuit die positie kunt kijken naar hoe werk je dan met elkaar samen. Ik vind ons daarin ook gewoon niet heel erg anders staan dan in het verleden. We werken samen, dat vinden we belangrijk. Ja, dan bereik je resultaten. Oké, dankjewel. Moes Hernan, jouw Haarlem, jij was non-verbaal vrij duidelijk toen Maarten een mooie opsomming gaf van allerlei dingen die heel goed gingen. Zat jij een beetje met je hoofd te schudden en een beetje bedenken te kijken? Nee, heb je niet goed gekeken. Heb je niet goed gekeken? Ik heb echt naar je gekeken hoor. Maar ja. Verklaar je nader. Ik heb alleen mijn hoofd geschud bij het positieve resultaat dat ze geboekt zouden hebben qua woningbouw. 1400 woningen vorig jaar. Daar schudde je hoofd, Precies. Dat wordt als topjaar gepresenteerd. Wat jouw Haarlem betreft is het een rampjaar geweest. 125 sociale huurwoningen. Veel te weinig. En we weten allemaal, en dat weet Maarten ook heel erg goed, dat aan de onderkant, aan de sociale huurkant, dat de nood daar echt het allergrootste is. Kijk, en er wordt beterschap beloofd voor de toekomst. Dat ben ik best wel bereid te geloven. Maar het enige wat telt is resultaat. Dat die woningen er echt komen. En dat gaan we in de gaten houden. Even toch wel een complimentje aan de coalitie. Ik vind het ontzettend goed dat er woningen
flexwoningen waar we ook al jaren om vragen, die zijn neergezet in de Waardepolder bij de IKEA voor Oekraïners. Mm-hmm. Wat ons betreft had dat veel meer moeten zijn, ook voor de gewone woningzoekenden. Het zijn overigens prima woningen, ik ben er ook op bezoek geweest. En ik heb dat ook jaren gezegd van jongens, laten we alsjeblieft aan de slag gaan met flexwoningen. Dat is snel, dat is duurzaam en het is goedkoper. Mm-hmm. Nou ja, ik hoop dat jullie ook het positieve resultaat zien van wat er nu staat. En dat we ook echt de handen in elkaar gaan steken voor flexwoningen voor gewone woningzoekenden in Haarlem. Maar de reactie op dat rampjaar wat Boussa uitroept en waar jij zo tevreden over was? Nee, het klopt allebei. Ik zei niet dat het ik heb niet de vlag uitgehangen. Dat was een goed begin. De komende jaren moeten er sociale huurwoningen bijgebouwd worden. Die staan ook ingepland. Ik denk dat Haarlem daar hele bijzondere dingen mee doet die andere gemeenten niet doen. We bouwen 50% sociaal in de duurste wijken. We hebben een subsidieregeling voor de bouw van sociale huur. Die heeft verder 0 gemeenten in Nederland. Dus ik denk dat dat heel bijzonder is. Maar ik ben het ermee eens. Uiteindelijk telt het resultaat. Dus over 2 jaar moet blijken of die woningen er wel staan. Ja, en dan gaan we terug naar de kiezer en dan leg je daar verantwoording over af. Maar ja, ik heb liever dat er een bouwrecord wordt geleverd dan geen bouwrecord. Dus ik denk dat je het van verschillende kanten kunt bekijken. En qua flexwoningen, ja, daar heb ik zelf toen nog ook met de heer Aynan opgetrokken. Het is soms wel zo in de politiek dat er simpelweg geen raadsmeerderheid voor een locatie is. Wij waren daar toen wel voor. Dat was toen bij de Put van Peet. Ik heb voor de zomer ook een voorstel gedaan voor een andere locatie, maar dan niet flexwoningen. Ja, daar zal ik ook niet iedereen toe kunnen overtuigen. Nee, iets met een park, geloof ik, te voorspellen. Ja, ja. Dus kijk, dat is natuurlijk altijd zo in de politiek. Ja. Kijk, je kunt ergens je voor moeite voor doen en dan weet je dat je kritiek krijgt. Maar je kunt nou helemaal niet altijd iedereen overtuigen. Nou, de PvdA die doet al sinds dat ik daar zit in ieder geval heel veel moeite om veel locaties aan te dragen. En daarvoor worden er ook veel woningen gebouwd. Natuurlijk vind je dan ook weerstand op je weg. Ja, daar leg je politiek verantwoording voor over af. Danny van Leeuwen, wat had er beter gekund de afgelopen 2 jaar? Je bent echt redelijk tevreden over jullie rol, jullie positie. Zijn er een paar dingen waarvan je zegt, nou, deze eerste 2 jaar, daar had ze een tandje bij gekund? Nou ja, goed, ik ben tevreden over de samenwerking. Ja. Dat is ook niet proces om te zeggen dat we dan zeggen, we zijn de stad is af. Nee. Hè? Integendeel, ik ben ontzettend blij dat we ondanks moeilijkheden het slachthuis op de kaart hebben gezet. Dat de gemeente daarachter is gaan staan. En dan is het vervolgens dat we met de commissie ontwikkeling een paar maanden geleden daar door die wijk lopen en zeggen, ja jongens, maar zo leveren we de boel niet op. Ja. Dus we moeten dat afmaken. Dat verdienen die bewoners daar. Dat is de wijk die we aan het bouwen zijn. Kijk naar de lichtfabriek. Naar wat daar gebeurt of wat daar niet gebeurt. Hoe lang blijven wij met partijen zaken doen die niet leveren? Dat vinden we echt een aandachtspunt. Maar dat staat helemaal los van de coalitie. Dat staat los van het college. Dat is gewoon hoe wij als stad moeten functioneren. Hebben we het de vorige keer ook over gehad. Dus we kunnen dingen beter. Ik ben ook niet over altijd alles tevreden. Je weet ook dat we ontzettend teleurgesteld waren in het feit dat we een prachtig park voor een deel opdoeken om daar zand uit te strooien om te gaan beachbollen. Ja. Want ik denk, verdorie, dat is nou net het verkeerde signaal. Ja. Terwijl je eigenlijk een prachtig park aan het maken bent. Want daar, dat is niet zwart-wit wat ik zeg. Het is echt fantastisch wat daar gaat gebeuren. Alleen, ja, dat zijn dingen die vind ik in de beeldvorming ook niet verstandig. Nee. Maar ja, we zijn, er kunnen dingen beter op dat soort punten. Maar ja, het is ook keuzes maken. Je ziet ook hoe raadsmeerderheden ontstaan. En dat vind ik wel mooi en interessant van deze periode. Die gaan echt niet altijd over oppositie versus bekende lijnen. Ik kan die twee woorden ook eigenlijk niet zo heel goed horen. Nee. George, jij gaat vaak naar mensen in de stad, zeg je. Wat hoor je dan van die mensen? Wat kan er dan beter volgens die mensen? Waar zijn ze in teleurgesteld? Wat hoor je in die stad? Ja. Nou, waar ik veel kom, zijn dan bijvoorbeeld galerijflats, waar veel mensen met de sociale huurwoning die zorg en ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld. Maar ook gewoon mensen die gewoon een baan hebben en tegen hun pensioenleeftijd aanlopen. En in een veel te dure huurhuis zitten en daar al jaren zitten. En dan het heel lastig vinden om een goedkopere woonplek te vinden die beter straks bij een financiële situatie past. En mensen hebben daar stress van. En
Ja, die, nou ja, wat mij opvalt is zijn het dat er toch veel mensen, zonder, misschien, zonder dat we het ja, dat eigenlijk goed beseffen, veel mensen aan het overleven zijn. Maar ook mensen die echt op het, net op het sociaal ja, net aanzitten. Ja. En dat ze geen idee hebben wat er achter die voordeuren, wat voor overlevings... strategieën zich afspelen. En dat zijn dingen waar ik me eigenlijk het meeste druk over maak. En, maar ook wat Danny net zei over het park. Ja, het paardenpark. Want net als dat je gaat bouwen en veel stenen, heb je natuurlijk heel veel bomen nodig. En dan rijd ik langs de Hout en langs het Frederikspark en langs het Reinaldenpark en de Hout. Ja, en dan denk ik, ja, eigenlijk hebben we minimaal dat soort bossen minimaal toch nodig voor al de Partij van de Arbeid stenen die we bouwen. Jullie fractie gaan overtuigen. Nou, dat komt allemaal in de komende jaren. Moussa, wat was het slechtste in deze twee jaar wat je van het college hebt gezien of van de coalitie? Je noemde al een paar mooie punten waar je het mee eens was. Je was het een beetje somber over de woningbouw. Dat vind ik echt een zorg. Ja. Ook voor de toekomst. Ja. Want je kunt plannen hebben, maar in je plannen kun je niet wonen. Dus dat houden we goed in de gaten. En ik hoop dat ook de coalitie daar ook echt serieus naar kijkt. Maar de jeugdzorg vind ik echt gewoon een zorgpunt. Ja, goed dat je het noemt. Ja. Ik maak me daar echt zorgen over. De corona is klaar, maar het na-el-effect, vooral bij jongeren, dat begint nu pas. Ja. Dat hebben we heel slecht zicht. Mentale gezondheid is een kritisch punt. Dat is echt een heel groot zorgpunt. En iets, bijvoorbeeld de regiorijder. We kunnen die mensen, kwetsbare mensen, die gebruiken de regiorijder, die kunnen we echt niet uren laten wachten. En dat gebeurt echt veel te vaak. Is er met betrekking tot jeugdzorg echt een politieke fout gemaakt? Want de discussies daarover leken alsof dat echt wel raadsbreed leeft, zeg maar, die zorgen over jeugdzorg. En ik snap niet precies, wat gaat er nou fout bij jeugdzorg? Hoe komt het nou dat die kosten steeds zo hoog zijn als het... Ja, dat is een goede vraag. En we hebben ook luistersessies georganiseerd met de zorgaanbieders, maar ook met cliënten. Uh-huh. Er komt best wel informatie naar boven. Ik ben trouwens ook wel, ik kan je het cijfer alvast verklappen. Ik geef ze wel een voldoende. Mooi. Vanwege het feit dat er ook volgens mij 1,7 miljoen extra bij de laatste raadsvergadering. Dat heeft Bas van Leeuwen er weer uitgepeurd, geloof ik. Dat hebben wij voor elkaar gekregen, met steun ook van de coalitie. Ja. Maar we hebben dat echt constant op de agenda gezet. Dus er wordt ook wel geluisterd. Hè? Dus dat mag de coalitie wel in zijn zak steken. Goeie vraag. En daar moet je echt heel goed naar... Je moet zelfs de vraag durven stellen van... joh, had de jeugdzorg ooit gedecentraliseerd moeten worden? Ja, dat is natuurlijk de fout gemaakt in 2015. Maar goed, breken we de bek niet open. Dat is toen gebeurd. Danny, grote cultuur, kleine cultuur. Gaat het allemaal goed de afgelopen twee jaar? Nou ja, goed, we hebben zo direct nog een ronde, dacht ik. En daar hebben we misschien... precies. Nou, wat ons betreft, kijk, het is natuurlijk zo... Is er natuurlijk nachtvisie aangenomen? Zeker. En we hebben met elkaar een bescheiden, maar wel realistisch bedrag... om echt te investeren in de huisvesting. Er moet een plan voor komen. Dat verwacht ik eind van dit jaar ook in de commissie ontwikkeling. De grootste zorgen liggen ook wel deels buiten de stad. Ja. Ik bedoel, je ziet wat het wordt een herhaling van... van de tijd met Halbe Zijlstra. 2010. En daar maak ik me zorgen om. Want het is echt zo dat die sector... is ook een sector met een economische component erin. Hmm. En ja, daar zit overheidsgeld in. Maar ik denk dat we ons wel schrap moeten zetten... voor de sector in de breedte. Ja, pakken we na 9 even op. Het wordt tijd om te pauzeren, maar niet dan nadat we even de ranking... de cijfers hebben gehoord van Joyce Jacobs, OPH. Ja. De laagste tot nu toe was 5... OPH toch de partij die altijd bekend stond om de cijfers, toch? Jullie hadden een cijfer, ik wil niet zeggen fetisch, maar wel een interesse in cijfers. Alles is gegeven tot nu toe tussen de 5 en de 8,5. Wat is jouw cijfer? Ja, ook een 5. Ook een 5. Nou, dan ben je het goede gezelschap van Louise. Maarten Wiedemeijer, wat voor cijfer, met alle relativering wat de cijfer is, hè? Maar je bent nu even de schoolmeester, welke cijfer heeft uiteindelijk je? Mag natuurlijk de kiezer een cijfer geven bij mooi, de stembus. Correct antwoord. Ja. Ik blijf toch een beetje bescheiden. Dus laten we dan niet het hoogste nemen, een 8. Oké, een 8. Danny van Leeuwen, welk cijfer? Nee, ik moet je in die zin een beetje teleurstellen. Want ik heb op een school gezeten waar je bij het kerstrapport een tekstje kreeg.
Okay. Geen cijfer. Rudolf Steiner, Jena? Nee. Dat was een ateneum hier in de buurgemeente. Okay. Maar daar was dat eventjes de... En jouw tekst is... Maar weet je, je moet... We vertellen nu wat ze moeten gaan doen. Nee, maar wat heeft het voor zin? Ik bedoel, een cijfer. Ik bedoel, je moet nog altijd kunnen zakken en je moet kunnen slagen. Dus je krijgt van mij... Okay. Het is een voldoende natuurlijk, maar... Dit college mag over naar volgend jaar. Een half. Maar 7,5. Nee, joh. Ik zat wel op een Jena-vlandschool. Toen was ik het niet eens met mijn rapportcijfer. En toen heb ik het aangepast. Nou, ik heb de leraar nog nooit zo boos gezien. Ja, nee, maar zo. Nou, Moussa, jij gaf wel een voldoende. Ik weet niet welke school je hebt gezeten, maar je gaf nu een voldoende. Ja, op het Mendel. En ik studeer weer trouwens aan de Universiteit in Leiden. Wat goed. Voldoende. Ja. Maar ik zou wel zeggen, de woningparagraaf moet je herschrijven. Goed, hartelijk dank voor deze ronde. We gaan 5 minuten, kijk naar Arno, pauzeren. En om 9:05 gaan we weer verder met de tweede ronde. Dank jullie wel. Dames en heren, we gaan weer beginnen. Mag ik op het podium uitnodigen in groep 1, door loting bepaald, Joris Blokpoel, VVD, Louise van Zetten, Hart voor Haarlem, Danny van Leeuwen, Actiepartij en Mirjam Siemen, D66. Allemaal weer op een andere stoel. Dat geeft weer een andere rol. Ja, daarom. Ik had dat ook niet moeten doen. Excuus. We beginnen met de vooruitblik voor het komende politieke seizoen. Laten we maar even 2 jaar nemen, want dit is het oogstseizoen. Het derde jaar van een kabinet of een college is het oogstjaar. En dan heb je zo weer verkiezingen in maart 2026... Dus we nemen dit even als referentiepunt de komende anderhalf jaar. Joris Blokpoel, de VVD. Wat wordt voor jullie de belangrijkste kwestie? Dat zijn de belangrijkste kwesties in de komende tijd. Waar wil je nog kunnen scoren? Wat wil je binnenhalen? Wat wil je achterlaten straks, 26? Als een erfenis. Jeetje, een erfenis aan deze stad. Onze aanwezigheid? Nee, uh-huh. Dat is flauw. Er moet een besluit komen over het parkeerreferendum. Ja. Want daar zitten we nog steeds eigenlijk middenin. We hebben nog geen gedegen parkeerbeleid. Ik had net ook een gesprek met een mevrouw daarover. Van, ja, dat geloof ik in de zaal. Ja. Uit de zaal van, waarom moeten die auto's gefaciliteerd worden? Nou, omdat er nog heel veel mensen een auto hebben en die niet degelijk in de stad kwijt kunnen. En daar moeten we voor aan werken. Heeft de VVD al een hele goede oplossing waar iedereen blij mee kan zijn? Ik heb hem net benoemd natuurlijk. Okay. Een van de oplossingen. Dat zou kunnen, maar voornaamste is gewoon de bereikbaarheid ook in de auto. Dat men nu uren in de file staat. En we hebben het over de economische vooruitgang van Haarlem. Maar die kan nog verder groeien als we ook daadwerkelijk die bereikbaarheid verbeteren. Zie je dan ook het openbaar vervoer nog een thema worden de komende periode? Zeker. Want ik heb de VVD heel vaak horen zeggen, en trouwens bijna alle oppositiepartijen zeggen dat. De kritiek is heel vaak namelijk, als je mensen uit de auto wil jagen, zorg dan dat er volwaardig alternatief is. En ondertussen, we krijgen de Intercity niet terug richting... Alkmaar. Richting Alkmaar en Hoorn, inderdaad. We zien dat de bussen te weinig personeel hebben en dat de kaartjes duurder worden. Zie jij dat nog een groot thema worden in de gemeentepolitiek de komende periode? Nou, het is een heel lastig thema voor de gemeentepolitiek, want simpelweg, we gaan er niet over. We kunnen van alles roepen, we kunnen van alles willen. En dan zegt de NS van trek je portemonnee maar en dan willen we van alles. Maar dat kunnen wij toch niet.
Moeten we ook niet willen, denk ik. Want dan, dan degene met het meeste geld, die betaalt. Dat wordt ook wel erg duur als je spoorlijnen moet mee gaan financieren. Daarom. Dus, maar nee, het is zeker een thema. Want ook de nieuwe concessies voor de busvervoermaatschappijen komen eraan de komende jaren. Dus dat wordt zeker wel een groot item waar we het over gaan hebben. En laten we niet misverstaan, wij gaan het ook gewoon nog hebben over het stationsgebied. Dat wordt een van de grotere besluiten van deze coalitieperiode. Althans, als we met elkaar doorwerken, dan wordt dat een groot besluit deze coalitieperiode. Ja. En daar zal de VVD gaan, inderdaad voor mobiliteit en bereikbaarheid voor alle vormen van vervoer. Oké. Danny van Leeuwen, nu maar even toch het verhaal van grote cultuur en kleine cultuur. Ja. Waar gaan we het geld aan uitgeven in Haarlem in de komende jaren volgens jou? Waar moeten we dat aan uitgeven? Hoe krijg je een evenwichtig cultuurbeleid, groot en klein? Nou ja, met de grote cultuur, onder andere de schuur, zijn we bezig. Hè? We zijn bezig met het depot. Daar moeten echt gewoon nu stappen in genomen worden. Ja. We hebben uitdagingen op het gebied van wat er wordt achtergelaten straks. De verwijhal noemde je al. Ik zie nog steeds een grote uitdaging in de Egelantier. Ja. Ik zie dat we, en daar ben ik erg trots en blij mee, dat we een pand hebben gekocht in de Kruisstraat, waarbij we ook hebben laten zien dat we als stad durven te investeren in stenen. Dat vind ik echt een ongelooflijk waardevolle stap geweest. En dat biedt uiteindelijk ruimte voor wonen, voor cultuur, voor een stad met meerdere functies. Een stad waar je kan samenleven. Dus dat vind ik heel belangrijk, dat we dat gaan realiseren. Je noemde net ook wel eventjes met zorg de nieuwe Halbe Zijlstra geheten, Apple Bruins, die dingen gaat doen waar we natuurlijk niet veel als stad aan kunnen doen, een btw-niveau en dat soort dingen. Maar verwacht jij een culturele verschraling waar dan een stedelijke investering tegenover zou moeten staan om daar wat mee te doen? Nou, weet je, we wachten met smart al een aantal jaren op het evenementenbeleid. Heel veel cultuur zit ook in de evenementen. Nou, de evenementen hebben het ongelooflijk zwaar. Houtfestival, bevrijdingspop, parksessies, noem ze allemaal maar op. Ze hangen allemaal aan het infuus en moeten grote eisen op het gebied van duurzaamheid overwinnen. We hebben het heel moeilijk, dus we willen echt met de burgemeester straks een goed gesprek voeren over het evenementenbeleid. Want dat is ook voor een deel een van de bouwstenen om een rijke culturele stad te hebben. Dus het ligt niet alleen in de gebouwen, in de toegankelijkheid van de gebouwen. We hebben binnenkort een geschiedenisfestival. Daar stellen wij morgen vragen over. Het entreekaartje is vanaf €65. Dat is niet voor elke Haarlemmer toegankelijk. Nee. En daar willen wij aandacht voor hebben. Want cultuur is echt voor iedereen en niet voor mensen met de portemonnee. Moeten we ook niet gaan kiezen bij al die festivals? Er is al een festival niet doorgegaan. Hè? Ja, en, hoort er ook bij. Ja. Je zult daar keuzes in moeten maken. En ik wil hier niet nu op de stoel, want je kent de voorkeuren. We zijn voor het kleine initiatief. Ja. Maar we zijn ook voor voortzetting van bestaande belangrijke evenementen. Maar het is wel scheef georganiseerd in onze stad, financieel gezien. En daar maken we ons al een paar jaar zorgen over. En daar moeten we wat mee. Louise, je bent nu toe aan jouw oogstjaar in deze coalitieperiode. Zijn dit ook jouw laatste twee jaren als raadslid? Nou, in het begin dacht ik van, het is wel mooi geweest. En nu zit ik te twijfelen. Ja. En nu ik jou zo aankijk, denk ik van, nou, ik zou nog bijna een paar jaar doorgaan. Dat is een hele mooie. Nou, dan hebben we toch iets heel belangrijks bereikt vanavond met z'n allen. Dat zou wel een hele mooie toezegging. Maar ja, je wil vast weten wat ik dan nog belangrijk vind de komende jaren. Wat heb jij petto voor dit komende jaar? Wat vind je belangrijk? Nou, ik vind wel dat er een oplossing moet komen voor het Frans Hals Museum. Ja, dus niet alleen depot, maar gewoon dat de verwijhal verkocht moet worden aan de erven Raiola. Dat we daar flink geld gaan verdienen. En dat we het hard nodig hebben voor het Frans Hals. Om dat een beetje weer op de kaart te krijgen. Wat ik ook belangrijk vind, dat ben ik eens met de VVD. De manier waarop mensen op dit moment uit de auto worden gejaagd. Mensen die gewoon de stad wordt ook veel ouder. We merken nu dat in allerlei plannen straten worden afgesloten. Mensen eindeloos moeten worden om gaan rijden. En dat is een heel verkeerd. Dat vind ik echt heel slecht voor de stad. Ook inderdaad het stationsplein. Maar laten we niet vergeten het busstation. Je komt nu al de stad niet uit of in. Je ziet het in Amsterdam ook. Ja, wat mij betreft zijn er altijd grenzen aan de groei geweest. En moeten we eens gaan kijken wat we nu allemaal willen. En ik denk dat we heel erg moeten opletten dat we de mensen die gewoon wat te besteden hebben. Hè, niet de grote in de villa's en weet ik veel waar. Maar juist de middenklasse. Dat wij die niet uit de stad aan het jagen zijn. Want uiteindelijk zal die belasting ook moeten worden betaald. OZB zal moeten worden opgebracht. Want daar moeten wij als stad verder mee.
En alleen maar die nadruk op sociaal en weet ik. Ik denk, ja, je moet de stad ook niet moedwillig armer maken. Detail, wat gaat er dan met de Verweihal gebeuren als die verkocht blijft aan de Rayola-erven? Nou, daar gaan wij een goede prijs voor vragen. En dat zijn ze ook bereid te betalen. En ik vind dat de gemeente gewoon ja moet zeggen. Wat gebeurt er daarna met dat pand? Nee, daar zitten we de. Ja. Nou, dat is aan de. Daar zijn plannen voor. Maar ja, ik vind als gemeente hoef je niet met alles te bemoeien. Nu staat het er verkrot. Het is een rijksmonument. Nee, het daar is een grove schande. Ja, daar is al die jaren nooit wat gebeurd. Maar wat is dan de toekomstige bestemming? Nou, ik denk dat het belangrijkste is voor ons. Wat gaan we met de vleeshal doen? Uh-huh. Hè, dat is natuurlijk een zaak waar we over na moeten denken. En ik denk, ik zie Danny aan te kijken, daar hebben Danny we... Danny wordt nu helemaal wakker. Hè? Nee, ja. Nou ja, maar daar, zijn het, daar zou je natuurlijk ook een fantastisch centrum van kunnen maken. Of een hotel waarmee we toch wat inkomsten genereren. Ja. Dus ook misschien een culturele functie. Goed, Mirjam, 19 september, 18 september femicide. Maar wat zijn jouw andere plannen, of die van D66, de prioriteiten, de nadruk in de komende jaar, twee jaar? Ik heb een heel lang lijstje eigenlijk. Ja, voor. Maar ik denk wel, hè, als we ook kijken naar het nieuwe kabinet wat nu klaar staat met de bezuinigingsronde die nu gaat plaatsvinden in het onderwijs en in de zorg. Ja, kijk, voor ons gaat het natuurlijk. Wij kunnen vanuit de gemeente niet alles opeens compenseren. Dat we denken van, hé, landelijk valt het misschien tegen. Dus de gemeente gaat nu opeens de portemonnee trekken. En we gaan het allemaal hier lokaal oplossen. Dus wij zullen hier ook stevige keuzes moeten maken. En wat D66 betreft, elke euro die je in kinderen investeert, verdien je dubbel en dwars terug. Dus voor ons wordt het onderwijs, gelijke kansen in dat onderwijs. Jeugdpreventie, dus jeugdzorg. Het werd net ook al natuurlijk genoemd. Uh-huh. Maar ook bijvoorbeeld inderdaad femicide en de veiligheid op straat. De veiligheid van vrouwen in het uitgaan. Dat worden echt wel speerpunten voor ons ook in de komende tijd. Oké, en heb je al een briljant voorstel op zak voor het betaald parkeren? Ik heb geen briljant voorstel voor het betaald parkeren. Dat proces is nu erg lopende. Dus ik ben heel benieuwd wat dat allemaal gaat opleveren. Ik zag al laatst iets in de krant over parkeergarages. Uh-huh. Ergens snap ik die oplossing wel, maar dat kost tientallen miljoenen euro's. En we steven af op een ravijnjaar voor gemeentes. Dus de vraag is, als je 30 miljoen euro hebt, ga ik dat in een stenen parkeergarage stoppen of stop ik dat in andere zaken? Ja, dan wordt de keuze voor ons wel anders gemaakt. Louise knikt ongeduldig. We hebben het beleid was gewoon, als je gaat bouwen, dubbel gebruik van de grond, parkeergarage eronder. Dat is, tijdens de crisis is dat losgelaten, omdat we anders de nieuwbouw niet konden financieren. De Partij van de Arbeid, Floor Roodduner, heeft het gewoon verdomd om afspraken te maken, als er dan gebouwd werd, om er parkeergarages onder te bouwen. En dat is het CDA. Hè, die zitten nu hier niet, maar die hebben er ook altijd even voor gepleit. Die komen dadelijk, Dat is gewoon een grove fout. Echt een stomme fout. En nu gaan we zeggen, oh, dat geld is er niet meer. Dan komt er een fijn jaar. Het is vooruitkijken. En het is gewoon echt, als we achteruitkijken, een van de stomste dingen die we hier in de stad hebben gedaan. Joris, ben je het daar helemaal mee eens met deze oppositionele hartekreet? Nou, in zekere zin hebben wij daar ook voor gepleit, zeker. Ik zie toevallig nu het nieuwbouwproject bij de Gonetstraat. Daar is het wel gebeurd. En dan zie je ook gelijk dat het netjes wordt aangelegd en dat er een mooie oplossing is. Met een vrije straat waar vergroening plaats kan vinden. Dus zo zie je maar dat het, als het gebeurt, dat dan ook gelijk een oplossing biedt. Ja. Danny, heb jij een briljant voorstel in je achterzak voor het betaald parkeren? Want je hebt altijd een hele autonome positie in dat debat ingenomen. Nou ja, goed. Dan ga jij voor de methode Oslo kiezen. Gewoon alle auto's überhaupt de stad uit. Nou, okay. Goed. Ik denk dat je, als je het simpel houdt in de basis, heel veel kunt doen. En dat betekent dat wij altijd voorstander zijn geweest van, geef de hele stad op de eerste auto een vergunning. Uh-huh. Daar zijn we uiteindelijk in de bespreking naar de coalitie en hoe het ook naar de raad is gekomen, zijn we op die 11 bekende, ik wil niet zeggen berucht inmiddels, maar het zijn de 11 wijken waar de parkeerdruk als hoog werd gemeten. Maar ik denk dat het simpelste is uiteindelijk dat we iedereen een vergunning geven op die eerste auto. En dan hebben we een goede discussie over de prijs van een tweede auto in deze stad. En dan is het geen waterbed effect meer. Dan hebben we niet meer die discussies over wijkje wel, wijkje niet. Dan weet heel Haarlem waar die aan toe is. En wij denken dat dat dan ook nog steeds ten goede komt, ook voor de automobilist, de bereikbaarheid van onze stad. Ik woon zelf in gereguleerd parkerengebied. Ik hoor dezelfde klachten als de mensen die tegen
dat gereguleerd parkeren zijn. De zorgen hoor ik ook van aannemers die zeggen, we kunnen straks nergens meer een auto parkeren. Ja, daar luisteren we naar, daar moeten we oplossingen voor bedenken. Die hebben we deels bedacht en nu is het eventjes pas op de plaats om te kijken wat komt er uit die stadsgesprekken. Dus ik heb nu niet een oplossing. Ik hoor nu twee keer die stadsgesprekken naar voren komen. Ja. Mirjam, die worden volgens mij wordt burgerberaad gehouden. Er worden wijkgesprekken gevoerd. Er is een digipanel en er zijn experts die zich erover buigen. Welke van deze vier inspraakmethoden moeten we dan straks het zwaarst gaan meten? En wat als die het allemaal niet met elkaar eens worden, die verschillende inspraakmethodes? We hebben er juist bewust geen rangorde in aangegeven in die motie die we ook hebben gedicht de vorige keer. Omdat we gewoon eigenlijk alles bij elkaar willen wegen. Ik heb daar zelf nu geen zicht op. We krijgen 11 september gaat de burgerberaad starten. En we krijgen in het najaar of begin volgend jaar dus ook nog echt een brief met de hele opbrengst van al die aparte instrumenten bij elkaar. Dus ik weet ook niet precies hoe diepgaand al die vragen zijn gesteld of hoe die discussies allemaal zijn verlopen. Ik heb daar wel berichten over meegekregen natuurlijk. Van degene die daar wel bij zijn geweest. Maar ik ben heel erg benieuwd. En wij zijn in ieder geval zelf als partij heel erg groot voorstander van het burgerberaad. Daar hebben we ook zelf een initiatiefvoorstel toe ingediend. Ja. Wij zijn er ook voorstander van om het vaker in te zetten. Omdat mensen dan wel echt gewoon de diepte in kunnen gaan. En ook met solide voorstellen zouden kunnen komen. Dus ik ben benieuwd. Okay. Danny? Nou Jan, je vraagt eigenlijk mij twee keer van op een onderwerp. Hè, van wat zou je doen met cultuur, wat doe je met parkeren? Maar er is voor ons ook nog wel een ander onderwerp waarvan we zeggen, daar willen we absoluut aandacht voor. Daar maken we ons zorgen over. Ik weet niet of mensen het Buitenhof afgelopen zondag hebben gezien. Daar zat Extinction Rebellion tegenover de vertrekkend commissaris van de Koning. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is en het is een hele moeilijke opgave in een polariserende samenleving. Maar dat we zoveel als kan doen om het demonstratierecht goed georganiseerd te houden, waarin mensen aanspreekbaar zijn ook op de wijze waarop gedemonstreerd wordt. Want wij maken ons zorgen over de mate waarin de instrumenten ten aanzien van handhaving op allerlei thema's, je hebt het deze zomer gezien, aantal Raad van State uitspraken, rechtelijke uitspraken, waarin gemeente Haarlem toch te horen krijgt, ja wacht even, het instrument wat je kiest, is dat niet te buitenproportioneel, is dat niet te breed ingezet? Daar willen we absoluut een goed gesprek in de commissie over hebben. Want we vinden dat we daar altijd naar eer en geweten en ook naar de hogere rechten die er bestaan, rechten van het kind, rechten van de veiligheid van mensen, ja, die moet je wel waarborgen. Nee, daar is de burgemeester op teruggefloten, ook op een, op een ander onderwerp. Nou ja, goed. Maar in de breedte moet je daar altijd met elkaar kritisch kijken naar hoe de, in die zin, geweldsmonopolie in elkaar steekt, hoe je mensen dwangsommen oplegt, of dat proportioneel is. Nou ja, daar heeft de rechter nu een aantal keren in iets gezegd. We hebben ook gezien een sluiting van een zaak. Ja. Waar de rechter van had gezegd, had je best periodiek mogen doen en niet permanent. Dus daar hebben we wel een zorg zitten in de uitvoering van die taken. En daar willen we altijd goede gesprekken over. De lokale rechtsstaat eigenlijk. Ja, maar dit zijn wel volgens mij allebei voorbeelden van onderwerpen die in principe gewoon bevoegdheid van de burgemeester zijn. Ja, maar er is de raad al iets over te zeggen. Ben je nu eigenlijk verkapt de burgemeester aan het aanvallen? Nee, want je moet heel specifiek kijken naar de onderliggende zaken. Maar je moet ook kunnen constateren van op het moment dat een aantal zaken ook in commissies voorbij komen. We hoeven hier de wapenstok nu niet te gaan bespreken, maar je weet dat daar de gemeente een keuze. Nee, maar dat is. Straks zeggen we de fatbike nog. Dus dan. Dat is slechts een uiting. Ja. Dat is slechts één uitingsvorm van hoe je je instrumenten aanwendt om zaken te handhaven. De brede eind dan. Joris, je wilde nog een famous last word even geven, denk ik. Om ook iets gezelliger af te sluiten in deze ronde dan inderdaad de handhaving. Want één item kwam niet voorbij, maar vindt VVD wel degelijk belangrijk. Is ook al gebleken tijdens de behandeling van de voorjaarsnota, kadernota. Is sport. VVD heeft letterlijk vandaag een sportcampagne gelanceerd om mensen te vragen hoe is het sportklimaat in Haarlem. Bezoek onze socials, sociale media en vul de enquête in en laat uw mening gelden. Nou, met deze mooie reclamespot van de VVD, Joris Blokvel, voor een onderwerp waar iedereen waarschijnlijk voorstander van is, sport en meer bewegen, sluiten we deze eerste ronde af. Dank jullie wel voor deze eerste ronde. Applaus voor Mirjam, Louise, Danny en Joris. We roepen op het podium. Het
CDA, Petra Oppenhuis, Jasper Drost, GroenLinks, George Jacobs, OPH. Ik begin met Jasper Drost. De Partij van de Arbeid plaatste een bom onder een park om dat te bestemmen voor een woningbouwlocatie. GroenLinks als Groene Partij was daar natuurlijk wel eventjes bezorgd over. Ik las commentaren van jouw fractiegenoten Sascha Schneiders. Wordt dat een ernstige kwestie van verdeeldheid binnen de coalitie in de komende tijd? Of is er nog een soort van oplossing? Nou, we gaan er naar kijken. Ik waardeer wel de creativiteit van mijn collega de heer Wiedemeijer. Ik denk dat je vanuit het OV-knooppuntenbeleid, we gaan daar ook in de buurt een Nieuw-Zuid ontwikkelen. Groot OV-knooppunt. Daarna heb je een halte bij de Reinalderpark. Ja, ik denk dat dat goed is om te kijken om juist op die plekken woningen toe te voegen. Ja, of het specifiek aan die kant van de weg een goed idee is. We hebben de commentaren online gelezen. We gaan het zien wat het brengt. Ja, ik ben niet gelijk voorstander om in het Reinalderpark te gaan bouwen. Dat klopt. Nogmaals, ja, enige creativiteit kan ik ook wel waarderen. Hoe staat het CDA hierin? Ja, wij hebben natuurlijk meegestemd. En wij denken dat we dat absoluut wel kunnen doen. Mits, ik kan eigenlijk jouw woorden gebruiken. Mits ze wel creatief zijn in de oplossing zelf. Oké. Interessant. Wat zijn voor het CDA de komende 2 jaar de prioriteiten? Want landelijk heb je natuurlijk het NSC, een soort quasi-CDA. Tegelijk komt het CDA weer een beetje landelijk op adem met Bontebal. Proberen jullie ook plaatselijk meer profiel te geven aan het CDA? Ja, hier hebben we het CDA Haarlem. Ja. En het CDA Haarlem staat altijd voor sport. Noemt zich ook de sportpartij. Het mooie is dus dat wij VVD nu aan ons zijde hebben. Dus dat komt heel goed uit. Mm-hmm. Wij waren altijd bezig met vooral de verenigingen. En ja, die zullen wij nog steeds heel hoog houden. Denk aan de sporthal die gebouwd gaat worden. Mm-hmm. Maar wij zien ook dat de samenleving verandert. Dus wij willen ook echt gaan inzetten op urban sports. Zodat de mensen individueel daarnaast de verenigingen ook kunnen gaan sporten. Hoe ga je dat doen? Met klimrekken in parkjes? Of, ja, bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Ja, bijvoorbeeld. Meer plekken voor freerunning. Er is natuurlijk al een evenement geweest van freerunnen. Kruifkoorts, dat soort dingen. Dat soort dingen. Wij zijn natuurlijk hartstikke blij met de locatie HAVO die we nu hebben bij het Haarlem College. Ja. Maar dat houdt niet in dat we volledig tevreden zijn. Wij willen ook een VWO daar, want waarom kan er geen VWO? Er moet absoluut meer komen. Schalkwijk mag best wel in de belangstelling staan als het gaat om bijvoorbeeld onderwijs. Mm-hmm. Oké, dankjewel. George, wat zijn jouw plannen? Wat zijn jouw wensen? Wat zijn jullie wensen voor de komende 2 jaar? Gaat OPH zich ergens zwaar op profileren? Of volg je het college kritisch op een afstand of een combinatie? In ieder geval kritisch volgen. Uh-huh. Maar ook best wel meedenken en meewerken als het onderwerpen zijn waarvan we zeggen, nou, dit zijn goede onderwerpen of dat zijn goede ideeën of zijn goede oplossingen. Het is niet dat wij per definitie al nee of tegen of wat is ook zijn. Maar we zijn natuurlijk wel die mensen die het grote belang belangrijk vinden en dat het voor de mensen goed uitpakt. Waar ik me wel actief mee bemoei is toch het sociaal-maatschappelijk WMO gebeuren. Al ben ik nu geen commissie samenleving lid meer. Hè? Dus ik ben daar nu weg. En dat doet Geert-Jan straks vanaf donderdag. Nou, had hij al gedaan, maar donderdag zit hij ook weer bij de commissie samenleving. Oké. Want ik ga aan de commissie beheer en commissie ontwikkeling doen. Dus het fysieke domein ga ik me dus mee bemoeien. Dus vind ik ook hartstikke leuk. Dus dat, en we hadden het over bewegen en alles. Want met die verenigingen, sportverenigingen, ik vind bewegen ook hartstikke belangrijk.
Er zijn wel een heleboel soorten bewegen. Want ik zeg ook altijd van ja, als jij je huishouden doet en je gestofzuigd hebt van boven tot beneden, dan heb je ook al heel veel bewogen. Heb je ook 10.000 stappen als je dat vaak doet. Ja, precies. Ja. Dus ik vind dat we een nogal beperkte manier van kijken naar bewegen hebben. Bewegen thuis eigenlijk, ja. Nou ja, je beweegt veel meer op veel meer manier dan we beseffen. Dus daar mag best wel wat meer invalshoeken op van meerdere manieren op naar gekeken worden. En dat inderdaad in het Renaldenpark staan ook van die instrumenten waar je gewoon op kan zitten en kan gaan sporten. Wordt er van gebruik gemaakt, denk je? Ja, zeker. Ja, ja, okay. Ja absoluut. Dus in die zin gebeurt er wel hartstikke veel. En ik ben ooit ook me gaan verkiesbaar stellen, omdat ik heb het altijd over de Kafkaeske en krokodillen dossiers. De bureaucratie, de dienstverlening bedoel je? Ja, maar waarvan ik dacht dat het bij die jeugdzorgsessies dat veel meer boven tafel zou komen. Maar dat is door omstandigheden toch iets minder naar boven gekomen dan ik had gehoopt, eerlijk gezegd. Want volgens mij ligt er nog veel meer wat we niet weten, waar we niet bij kunnen. En dat geldt ook voor de WMO. En dus dat vind ik wel iets om aandacht aan te vragen. En daar scherp op te sturen en op te letten, eigenlijk. Okay. Jasper Dos, je blijft verloofd met de Partij van de Arbeid, hè, als fractie. Nog geen huwelijk deze 2 jaar. Dat is een van de weinige steden, denk ik, gemeentes in Nederland, waar dat nog niet gebeurt. Heb je niet het gevoel dat met zo'n rechtskabinet er enorme kansen liggen om samen 20 zetels te gaan halen bij de volgende verkiezingen of zo? Dat je dat misschien nu misloopt? Of ben je nog niet zo enorm aan het tellen? Ik denk dat het niet zozeer om tellen gaat, maar meer om wat je laat zien. En ik vind het belangrijk, hè, om ook al wat GroenLinks speerpunten op te lepen. Dus dat we de komende 2 jaren, daar hebben we het nu op dit moment over, voortvarend doorgaan met het aanpakken van de klimaatcrisis, het vergroenen van Haarlem en het sociale gezicht op peil houden. Daarom heeft GroenLinks ook bij de kadernoten allemaal moties ingediend voor de jeugdzorg, om gewoon miljoenen extra vrij te maken. En ik hoop ook een aantal dingen concreet te maken. De bijvoorbeeld het levendig houden van het centrum. Dan denk ik aan de nachtvisie zelf als raadslid in de afgelopen jaren. Dus wat initiatief opgenomen voor openingstijden. Voor een nachttrein, bijvoorbeeld Slachthuis. Met flink een aantal andere partijen natuurlijk. Waaronder de Vrucht van Actiepartijen toen de tijd nog. Ik hoop echt dat ze stappen zetten in het parkeerdossier. En dan is het reguleren echt een middel. Maar ja, of je nou in Zuid bent, in de Van Kinsbergstraat, West in de Bloemveldlaan, of in Noord in de Badhamstraat. Ik vind het echt pijnlijk om te zien hoeveel ruimte we daar voor auto's hebben gemaakt. Het is vooral parkeren, parkeren, parkeren. Inderdaad, de stad vergrijst. Dus moet je juist ruimte vrijmaken op de stoep. Hè, dat die stad toegankelijk blijft, toegankelijker wordt. Dat vind ik belangrijk. En als laatste als ook onze blik naar buiten blijven keren. Volgens mij vandaag bekend geworden initiatief vanuit de Raad om te zingen voor de nare ontwikkeling in Afghanistan. De vrouwen in Afghanistan. Prachtig, vanuit mooi. De vrouwen uit de Raad. Schitterend. Voor het eerst in de geschiedenis. Ja. Meer vrouwen dan mannen raadslid in Haarlem. Ik vind dat ook echt belangrijk dat we ook dat gezicht naar buiten blijven. Dus ook de solidariteit met Oekraïne, met Afghanistan en dat soort dingen. Precies. Dat vind ik ook echt een groot verschil met landelijk. Ik maak me er echt zorgen over dat we veel te veel naar onszelf kijken en met onszelf bezig zijn. Maar we zijn maar een klein onderdeel van een grotere wereld. Okay. Peter Ophuis, is Oekraïne nog een onderwerp wat ons verenigt? Of gaan we langzamerhand naar een situatie dat mensen gaan zeggen, nou, ze kunnen wel voor een deel terug, want in het noorden, Krim, een landelijk politica die er wat over zei, wordt alweer gewintersport en ze kunnen makkelijk terug. En er moet wat meer betaald worden door de Oekraïners. Verwacht jij een erosie van het draagvlak voor de opvang van Oekraïners in Haarlem? Nou, ik woon nog niet heel lang in Haarlem. Hè. Ik ben in 2018 in Haarlem komen wonen. En de beste manier om te integreren is de gemeenteraad in te gaan. Dus vandaar dat ik op deze manier heel mooi geïntegreerd ben. Maar het mooiste wat ik zie van Haarlem is dat Haarlem een enorm gastvrije stad is. Ze willen echt alles en iedereen opvangen. Dus ik verwacht zeker in Haarlem daar wel ruimte voor. En er moet ook geld van de gemeente ook naartoe blijven gaan. Ja, en wij kunnen dat ook verkopen, want de meeste Haarlemmers staan daar nog steeds wel zo in. Oké. Okay. Zit dit college de rit uit? Haalt het college de eindstreep, Joyce? Nou, denk het wel. Ja? Ja hoor. Jasper?
geen prima. Twijfel over. Helemaal goed, ja. Maar uiteindelijk, dat is ook een beetje wat de reces met je doet. In april, mei dacht nog van, we zijn halverwege, we hebben nog 2 jaar. En dan ga je zo zomer in, dan ga je nu een beetje tellen. Ja, het is eigenlijk over 1,5 jaar. Het is alweer bijna voorbij, hè? Ja, voor je het weet ga je campagne-team vormen en een programmateam en noem maar op. En, gaat snel. Goed, staat snel. Hoeveel zetels krijgt de CDA in 2026? De vorige keer waren we gehalveerd. Laten we nu dan weer voor die verdubbeling gaan. Oké, het CDA gaat voor 4. Dank jullie wel voor deze optimistische en relativerende klanken aan het eind van deze tweede ronde. Dank je wel, Petra, Jasper en Joyce. En ik roep voor de allerlaatste ronde, de laatste 10 minuten, op het podium Maarten Wiedemeijer, Sander van der Raad, Jacqueline van den Broek en Moussa Aynan. De laatste ronde. Een beetje wisselen, hè? Oh nee. En net kreeg zuur links een gezicht, want er zat per ongeluk azijn in mijn glas. Dus dat was een beetje... Ja, dat kreeg je dan. Joost, begin jij eens. Nou, ik ben eigenlijk benieuwd of er nou echt nijpende onderwerpen zijn. Dit is even een vraag van iedereen. Die nou vanavond nog niet aan bod zijn gekomen. Hoezo? Wat is nou vanavond nog niet aan bod gekomen, wat we nou echt nog even moeten bespreken? Opvang voor knaagdieren. Knaagdieren? Hoezo? Ja, dat komt morgen aan de orde. Okay. Ik zou een betrouwbare overheid. Sander? Wat bedoel je daarmee? Laten we dat straks. Ja. Even inventarisatie rondje. Ik denk bestaanszekerheid, asielopvang. Maarten? De uitslag van de PvdA bij de komende verkiezingen is nog niet. Die zijn volgend jaar al, hè? Denk ik. Landelijke verkiezingen. Okay. Jacqueline, een belangrijk punt wat nu helemaal nog niet aan de orde is gekomen. Nou? Nou ja, het is een beetje. Ik denk wel hoe we ons als Haarlem gaan verhouden tegenover echt een hele rechtse, conservatieve, totaal niet groen kabinet in Den Haag. En ik maak me echt zorgen over. Je ziet wat er vandaag allemaal voor nieuws en naar buiten komt van Schiphol mag gewoon doorgroeien. Natuurbeleid gaat over de schop. En we gaan geen uitgeprocedeerde asielzoekers die sturen de straat op. Dus het wordt er niet socialer op. En ik denk dat heel goed als Haarlem dat je daar echt je tegen gaat verzetten. En ook juist ook met andere steden. Moet Haarlem zich gaan verzetten? Kijk naar Maarten Wiedemeijer als aanvoerder van deze coalitie tegen het kabinetsbeleid. Moeten we brieven sturen? Moeten we de Vrijstaat Haarlem uitroepen? Ik denk een beetje. Republiek Haarlem. Ik denk een beetje ja en nee. Ik heb er van de zomer ook wel over nagedacht. En ik kijk ook veel naar de Amerikaanse politiek. En ik denk dat wat links niet moet doen, is alleen maar zeggen van wat zij doen is allemaal kut. Dus ik denk dat je ook wel je eigen verhaal moet vertellen. En kijk, uiteindelijk zijn wij volksvertegenwoordigers in Haarlem. Dus je kunt van alles van de landelijke politiek vinden. En laat duidelijk zijn dat ik er weinig enthousiast over ben. Maar ik denk dat het uiteindelijk om gaat wat wij hier als resultaat in Haarlem opleveren. En daar zijn wij op afrekenbaar en voor verantwoordelijk. Ik denk alleen dat het wel heel belangrijk is in de politiek dat je de inhoudelijke verschillen zichtbaar maakt. Uh-huh. Vandaag was er bijvoorbeeld ook in het nieuws dat er de grootste huurstijging in 30 jaar tijd is. Dat is en er bijzonder, dreigt volgend jaar nog hogere huurverhoging te zijn. En dan denk ik, dan hebben we dus een partij, de PVV, grootste partij van Nederland, die gaat de verkiezingen in met de belofte dat de huren omlaag gaan. NSC, de heer Omtzigt hield maandag weer een lezing. Nou, ik zal hem niet volledig recenseren, maar hij heeft het heel veel over bestaanszekerheid gehad. Ja, kijk, als je mensen het vel over hun neus trekt, de huren omhoog trekt, de sociaal minimum gaat niet omhoog, want dat hebben ze als eerste eruit getrokken. De belastingvoordelen voor expats, die blijven. Voor beleggers worden nieuwe belastingvoordelen geïntroduceerd. Ja, dat zijn de inhoudelijke keuzes waar het in Nederland over moeten hebben. Leven je voor lage en middeninkomens of voor de mensen die het al heel goed hebben? En meer kinderen doen daar niet zoveel toe op dat soort punten, Ik wil toch nog eventjes naar die dienstverlening toe. Ja. Dit jaar zou volgens mij zou dit jaar een piekjaar zijn qua drukte op het kantoor van de gemeente. Omdat iedereen tegelijkertijd zijn paspoort en zijn identiteitskaart moet vervangen. Heb jij al enig zicht op hoe dat gegaan is, Moussa? Volgens mij is dat goed gegaan, omdat we van 9 tot 11 is vrije inloop. Ja.
Tot mijn verbazing wordt dat nu dus afgeschaft vanaf deze week. Ik denk dat we daar gewoon mee door moeten gaan. Dus gewoon succes, werkt heel goed. Dus hou dat alsjeblieft. Dus een oproep bij deze aan, volgens mij is Eva de Rata verantwoordelijk voor. Dienstverlening. Ja. Dus dat heeft heel goed gewerkt. Ik ben er zelf ook eentje geweest trouwens. Je hebt zelf een nieuw paspoort. Oh, dus je hebt het ook ter plekke gezien? Ja, ja, het ging echt heel goed. Ja. Maar waarom is het dan alsnog een onderwerp wat volgens jou nu belangrijk is en aandacht verdient, terwijl het heel goed ging? Dat is heel wat al. Een dienstbare overheid is niet dat je een paspoort gaat halen. Nou, ook. Het ging toch wel over hoe je als gemeente contact hebt met de burger op het moment dat je... Ja, tenminste, zo heb jij het volgens mij altijd gebracht. Ja, een dienstbare en betrouwbare overheid is veel meer dan het aanvragen van een paspoort en dat dus op tijd kunnen krijgen. Het gaat ook over vertrouwen. Vertrouwen in de overheid. Ik zal je even een voorbeeld geven. Iemand is al 10 jaar, houdt al 10 jaar een festival hier in Haarlem. Met heel veel succes. Uh-huh. En opeens krijgt hij een brief dat de leesjes zomaar verhoogd worden. Uh-huh. Er is nooit over gesproken. Hij heeft altijd contact met de gemeente. Ja, zo ga je niet met elkaar om. En uh-huh. Dat is wat ik bedoel. Dus niet denken in dossiers, maar in mensen en oplossingen. Ja. Sander, heb jij een heel goed gevoel? Het centrumrechtskabinet biedt kansen ook voor Haarlem. Jouw stromingen waar je toe aangetrokken voelt stijgen in de populariteit. Heb je een goed gevoel daarover? Ja, ik heb een heel goed gevoel. Kijk, het probleem wat natuurlijk de mensen niet moeten maken is dat ze denken, we hebben erop gestemd en de volgende maand gaat het anders. Want dat zag je natuurlijk bij Kaag. Kaag ging weg en die zei, de schatkist is nog nooit zo vol geweest als ooit. En 3 maanden later bleek het gewoon nepnieuws te zijn en kwamen er allemaal lijken uit de kast. Dus dat nieuwe kabinet moet natuurlijk eerst de puin ruimen van 4 keer Rutte met al die ellende. Ja, ja. En de volgende keer moet iedereen gewoon weer op diezelfde partijen stemmen en dan krijg je echt een verandering. Dus de mensen die erop gestemd hebben, hou nog even vol, niet opgeven. Ja, maar Maarten. Erin, waar de heer Wilder zei dat de dag daarna zou het eigen risico worden afgeschaft. Ja, misschien is het dan ook wel handig om dat soort loze beloften ook gewoon niet meer te doen. Kijk, de politiek krijg je natuurlijk ook niet altijd alles voor elkaar en moet je gewoon compromissen sluiten. En kijk, over 2 jaar gaat ook de PvdA, of het dan met GroenLinks is of alleen, zal je terug moeten gaan naar de kiezer met dingen die wel zijn gelukt en dingen die niet zijn gelukt. Dat hoort er nou eenmaal gewoon een beetje bij. Ik denk wat ook belangrijk is in de politiek, dat je vooral ergens voor durft te staan. Ik ben nu 6 jaar gemeenteraadslid en wat je gewoon nu ook heel erg bij deze coalitie zit, is dat wij ook voor dingen durven te staan die weerstand oproepen, waar mensen het niet mee eens zijn. Mm-hmm. Kijk, als je woningen wil bouwen, dan ga je altijd wel mensen vinden die daar tegen zijn. En dan kan je bijvoorbeeld, ja, sorry Moes, ik ga het toch zeggen, dan kan je in de campagnetijd een flyer bij hun in de bus gooien van stem op mij, dan komen die woningen niet bij jou in de buurt. Kijk, dat is dus, dat, zo kun je er ook mee omgaan. En dat hebben we ook gezien bij Domus Plus en Skevenhuizen. Kijk, ik denk dat het gaat om de inhoud, maar het gaat ook om belangrijke karaktereigenschappen. Durf je ergens voor verantwoordelijk te zijn? Sta je ergens voor? En ik denk dus ook voor, kijk, we hebben het in dit panel nog niet over parkeren gehad. Kijk, parkeren was voor de PvdA geen prioriteit in ons verkiezingsprogramma. Nee. Mm-hmm. Maar ik denk dat als je je verantwoordelijk voelt voor deze stad, dan moet je dat probleem gaan aanpakken. En wij zitten er natuurlijk ook een beetje dubbel in, hè, want we zijn ook verantwoordelijk voor de coalitie als geheel. En dan gaat het er niet alleen om van kom je daar onderling goed uit, maar kan je die band herstellen met de samenleving. En dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van de coalitie, dat moet je met z'n allen doen. Maar ik denk dat het ook wel echt een fundamentele keuze is van, kan je met de complexe dingen in deze stad laten zien dat je toch vooruit kunt komen? Of word je eigenlijk een soort stad van stilstand, een museum waar het leuk over straatfiets is? En ik denk dat je wel echt moet durven om oplossingen aan te gaan. Ja. Jacqueline van den Broek, wat is voor de Partij van de Dieren belangrijker? Groen, schone lucht of ruimte voor auto's? Nou, die laatste sowieso niet. Ik denk in heel veel beleidsvelden zullen wij de stem en de belang van dieren en natuur door laten klinken. Of dat nou is voor ondersteuning voor minima bij dierenartskosten. Of zorgen dat het evenementenbeleid ook diervriendelijk en natuurinclusief wordt. Dus je kan dat eigenlijk in alle beleidsvelden kun je dat doorvoeren. Hetzelfde geldt voor nieuwbouw. Wij zijn heel erg dat we echt naar een soort puntensysteem gaan voor natuurinclusief bouwen. Plaatjes doen het altijd goed. Er worden altijd hele mooie woorden geschreven, allerlei plannen. Maar het gaat er uiteindelijk om dat het echt daadwerkelijk gaat gebeuren. En daar zou je veel sterker op kunnen sturen bij aanbestedingen. En ik vind dat we daar nu nog een beetje
lief en makkelijk in zijn richting. En de boze automobilisten die stemmen wel op andere partijen. Ja, dat is helemaal aan hun. Maar ik denk gewoon vooral dat je het moet inzetten op die gezonde leefomgeving. En dat je ruimte voor groen creëert. En een auto neemt gewoon nu eenmaal heel veel ruimte in beslag. En bovendien denk ik, er zijn genoeg mensen, ik heb wel eens gevraagd bij projectontwikkelaars, die zeggen ik kan die woningen makkelijk vullen, ook voor mensen die geen auto hebben. Dus het is niet, niet iedereen die in Haarlem wil wonen heeft per se een auto nodig. Hoe normatief moet de overheid zijn? Moet de overheid ook echt mensen bijna niet alleen verleiden, maar bijna ook dwingen om meer te fietsen van het OV gebruik te maken en minder met de fossiele auto te rijden? Hoe ver kan de overheid daarin gaan? Nou, je kan geen auto's verbieden, maar ik denk wel dat je het gewoon, je hoeft het zeker niet te faciliteren. Ik denk juist dat je die andere gezonde vormen, ook voor je eigen gezondheid en voor onze luchtkwaliteit, dat je die echt optimaal zou moeten stimuleren. Ja. Vind je dat heel erg woke, Sander? Dit soort opvattingen staan ver van jou af? Nou, nee, ik kan best wel met Partij van de Dieren vinden hoor. Maar ik wil nog even terugkomen op wat dan PvdA zegt. Van wij hebben parkeren niet, hadden we niet hoog in het vaandel staan. Nou, dat klopt natuurlijk. Want 2018 waren ze de grootste partij. Toen hebben we dat eerste referendum gehad. Ja. En toen was de oplossing een 19-puntenplan. Waarbij ook stond, we gaan 2 PNR-garages bouwen. Dat was al in 2018. Nou, inderdaad klopt dat ze geen prioriteit geven aan parkeren. Want ze hebben dat nooit gedaan. Moesa, jij lacht veel betekenis. Ja, ik wil niet te veel aan jouw body language ontlenen. Maar jij lacht heel veel betekenis. Ik ben van nature een optimist. Ja. Dat is mooi. Joost, heb jij nog een laatste uitsmijter voor deze ronde? Of gaan we een beetje afronden? Ik sta even met mijn mond vol tanden, Jan. Nou, dat is mooi. Even een vraag aan Maarten. Komt er een parkeervoorstel wat een ruime meerderheid in de Raad gaat krijgen begin volgend jaar? Ja, dat is niet echt de uitdaging, want dat had vorige keer ook. Dus dat is niet echt het probleem. Ik denk meer dat het probleem is dat het voldoende draagvlak heeft in de samenleving. Kijk, ik denk dat het ongetwijfeld waar zal zijn dat er een plan komt wat beter aansluit bij de samenleving. Alleen ik heb niet de illusie dat we met applaus en één groot feest daarna door de stad gaan lopen. Maar ik denk dat het wel veel meer die kant op moet bewegen. En ik hoop ook gewoon echt dat iedereen daaraan durft mee te doen. En het zal niet makkelijk zijn. Er zal veel kritiek komen. Ik hoop ten opzichte van hoe het de vorige keer is gegaan. Nou, misschien afsluiten nog één punt. Ik denk dat het belangrijk is in de samenleving, in de politiek, dat je echt oprecht interesse hebt in elkaars opvattingen. Mm-hmm. Dus stel nou met parkeren, er zijn niet politici die denken, nou weet je wat we eens gaan doen? We gaan jou je autootje afpakken, want ik haal er zoveel plezier uit om jou iets naars aan te doen. Dus ik denk dat we goed elkaar in elkaar moeten verplaatsen waarom bepaalde oplossingen worden voorgesteld. En als mensen betere oplossingen hebben, dan gaan we die hopelijk in dat plan terugzien. Dus ik hoop ontzettend dat gewoon met de samenleving gaat lukken. Oké. Moussa, jij wilde nog even iets zeggen. We hebben op dat punt hebben we echt gewoon een heftig jaar achter de rug. Ook in de relatie met elkaar. Het was een heftig debat. En? Is het niet een idee? Want je zegt van nou, het draagvlak is eigenlijk het probleem. Hè? Hoe ga je om met Haarlemmers? Draagvlak. Ja. Is het niet een idee? Want weer een nieuw plan. We hebben ook gezien aan de sessies met de buurt dat ook alle kanten opgaat. Is het niet een idee om? Om er gewoon een verkiezingsitem van te maken. De vondst van de eeuw. En wat wordt dan de inzet voor of tegen dit plan? Ja, maar dan ga je echt terug naar de kiezer. Okay. Maar dan zou je niet meer van dit plan uitgaan. Dan zou je eerst helemaal weer een soort van open. Dan kunnen we ook echt er een item van maken. Dan kunnen mensen ook lezen in de verkiezingsprogramma's wat ze vinden van de parkeerplannen. En dat is, denk ik, een veel beter idee dan weer met een nieuw plan komen en daar weer over discussiëren. En dan met moties en amendementen. Ga terug naar de Haarlemmer. Leg het bij hen neer. Ja, dat is de genoemde stilstand waar ik het eerder over had. Dan ga je elk kwetsbaar onderwerp, ga je 4 jaar lang op je billen zitten. Ja, daar pas ik voor. Maar Maarten, jij zegt, ik vind draagvlak heel belangrijk. Ja. Ja. En dan ga je toch nog zelf met een idee komen. Nou, maak er een verkiezingsitem van. Dan ben je klaar. Nou ja, je kunt prima aan draagvlak werken zonder dat je iets 4 jaar lang in de ijskast legt. Nee, wat je nu gedaan hebt, dat is niet de ijskast. Nee, het komt straks weer als een warme pizza weer terug de stad in en niet uit de vriezer.
Ja, maar het is nu een ijskoud onderwerp, maar ik hoop dat straks mensen er wat warmer van worden. Jacqueline kijkt naar deze kibbelende heren met een soort glimlach van jongens, kan het ook wat anders? Want jij bent natuurlijk altijd in de positie van, je bent natuurlijk erg voor schone lucht, groen, ruimte voor je voetgangers, fietsers. Hè? Maar dat is iedereen. Maar hoe gaan we dat vertalen in een voorstel met voldoende draagvlak? Nou ja, ik vind dat heel lastig. Kijk, als je fietst of wandelt, dan vind je vaak automobilisten een beetje irritant. En als mensen in een auto zitten, dan willen ze eigenlijk liefst 130 kunnen rijden, om maar eens wat te noemen. En ik denk bij parkeren is het best wel lastig om dat andere perspectief ook te zien. Hè? Dus waar, hè, hoezo na het toegankelijkheid, dat is niet eerst top of mind. Top of mind zegt, kan ik mijn auto voor de deur parkeren? Uh-huh. Dus dat kost denk ik best wel veel tijd om juist ook die andere perspectieven te laten zien en uit te leggen. En daarom denk ik ook heel goed dat we zo iemand als Marco de Brommelstoet nu hebben aangetrokken bij de gemeente. Fietsprofessor. Ja, de fietsprofessor die echt dat andere perspectief ook kan laten zien. Uh-huh. We gaan afsluiten. Sander, heb je nog een laatste? Want wil je ook nog wat gunnen? Hij doet het wel. Nou ja, hij inderdaad. Dan mag ik ook nog een keer. Jazeker. Maar kijk, dat is natuurlijk hier wat Maarten zegt. Dat klinkt allemaal heel leuk, maar het slaat natuurlijk nergens op. In 2018 hebben we beloofd dat we parkeergarages gingen bouwen. Hebben we niet gedaan. Hoe vaak heb ik niet die vraag gesteld, wanneer gaan we die garages nou eens bouwen? Komt er niet. Nou, dan gaan we doen. Een discussie met het publiek en de bewoners. En wat zeggen die in grote getalen? Lees het in Haarlems Dagblad. Garages. Nou, dan vraag ik aan de wethouder. U gaat met iedereen in discussie, hè, als college. Maar hoeveel geld heeft u dan eigenlijk voor gereserveerd? Kijk, we kunnen wel 10.000 reserveren om een leuke praatgroep te houden. Maar als je dan ook niet zegt, we reserveren ook 100 miljoen om die garages te gaan bouwen. Dan slaat het natuurlijk nergens op. Ja, kijk, in politiek is gewoon keuzes maken. Ja, ik heb wel eens eerder gevraagd, wat doen wij nou wat we wettelijk moeten doen? En wat doen we wat we niet wettelijk moeten doen, maar wat gewoon een hobby is? Want dan kunnen we daarin schrappen. Nou, dieren wel zijn. En dan krijg dure parkeergarages. En dan krijg je, dan krijg je als antwoord, we weten het niet. We weten niet eens wat we wettelijk wel moeten doen en wat we allemaal extra als hobby doen. Dus je weet helemaal niet waar je in kan snijden. En dan komt er zo'n kadernota en dan wordt er gezegd, oppositiepartij, kom ook eens ergens mee. Maar wat doet de coalitie dan? Die ramt al dat geld wat ze hebben, dat calculeren ze tot op de laatste cent in. En dan zeggen ze, ja, maar jullie hebben geen dekking. Nee, nou, laat dan ook hij eens... Hij begon daar ook eens, dat hij zo blij was dat zijn moties waren aangenomen. Ja, maar nu heb je toch groot geld, hè? Ja, nu zijn we van de wc's met groot geld. Dus. Maar als je nou echt het samen wil doen, dat zijn mijn collega's aan deze kant ook. Hè, we moeten alles samen gaan doen voortaan. Mm-hmm. Nou, laat dan in ieder geval ook 10 miljoen over voor de oppositiepartijen om ergens dekking uit te halen. Maar ze rekenen alles vast. En dan kom je met een goed idee, want ik had nog thuis een goede idee. Die kan er dan niet uitgevoerd worden, want er is geen dekking. Nou. En dan wordt er gezegd, ja, daar hebben we geen geld voor. Ja, de begroting komt eraan, wat let je op het voorstel? Dan doe je het dus of niet samen, of je neemt de bevolking niet serieus. Als je gaat praten over oplossingen voor parkeren, maar je hebt er geen geld voor gereserveerd. En mijn oplossing is, iedereen die in Haarlem er is, gewoon gratis parkeren in Haarlem. En mensen van buitenaf, die mogen extra betalen. Oké. Uit Bloemendaal en omgeving. Oké, dankjewel voor deze creatieve gedachte. We zullen het meenemen voor het politieke seizoen. De begroting komt eraan. De commissievergaderingen beginnen alweer morgen. En in de komende weken gaan we door met de raad. Wij zijn er weer als Politiek Café. Ik denk Arno 27 september, vrijdag. Dat klopt. Ik dank jullie alle raadsleden, ook alle bezoekers. Arno en het team van Licht, Geluid en Organisatie. En ik wens jullie allemaal een heel vruchtbaar, goed politiek seizoen. Bedankt voor het hier zijn, het kijken. En tot spoedig. Dank u wel. Er is nog een drankje na.